Een goede avond allemaal. Ik stel voor dat wij zo langzamerhand beginnen aan deze eerste commissievergadering na het zomerreces. Commissievergadering van dinsdag 10 september. Daarmee de opening gedaan hebben. Mededelingen heb ik niet. Komen we aan punt 3 en dat is de vaststelling van de agenda. Heeft iemand naar aanleiding van de voorliggende agenda opmerkingen? Niet. Dan hebben wij die al dus vastgesteld. Dan komen wij aan agenda punt 4, het inspreekrecht. En daar heeft zich één inspreker gemeld en dat is de heer Sassen. En die zal inspreken naar aanleiding van het ingekomen stuk A2. Dat gaat over de grondverzakkingen op het kleine veld. Meneer Sassen, mag ik u uitnodigen? Dank u wel, voorzitter. Wij willen even reageren op de brief van 13 juni die aan de Raad is gestuurd. Hetgeen beschreven in de tweede alinea is onvolledig. Op basis van het deskundigenrapport van de firma Fugro, dat is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Coevorden, heeft de aannemer een offerte gemaakt om de bestaande verzakkingen te herstellen en te voorkomen in de toekomst. Wij moesten opdrachtgever worden om het schikkingsbedrag van de gemeente Coevorden te ontvangen. Daarnaast werden wij gedwongen om de firma De Roo de werkzaamheden te laten uitvoeren. Zie ook artikel 1 en artikel 2 van de vaststellingsovereenkomst. Bij ons rijst de vraag in hoeverre de gemeente Coevorden op de hoogte is van de inhoud van de vaststellingsovereenkomst. Dit werd voor ons bevestigd toen wij een mail ontvingen van de advocaat met het verzoek van de advocaat van de gemeente Coevorden om een kopie van de vaststellingsovereenkomst op te sturen. Dus onze advocaat krijgt een brief van de advocaat van de gemeente. Hey, kunnen wij die vaststellingsovereenkomst krijgen, want wij hebben hem niet of niet compleet. Op 9 juni heb ik telefonisch contact gehad met de medewerker van de gemeente Coevorden. Zij vertelde mij het contact te hebben gehad met tripadvocaten, vertegenwoordiger van de gemeente Coevorden. De advocaat had de contactpersoon van de afdeling leefomgeving, vastgoed en infrastructuur van de gemeente Coevorden verteld dat wij samen met de gemeente opdrachtgever waren voor het Fugro-rapport in 2010. Zie bijgevoerde mailverkeer. Wij wilden een rapport van de Fugro ontvangen. Dit konden wij niet ontvangen omdat wij geen opdrachtgever waren voor het betreffende rapport. De bijgevoegde mail zit erbij met het antwoord waarin duidelijk staat dat het niet aan derden verstrekt was omdat de gemeente Coevorden opdrachtgever was en niet de familie Sassen en Neurdeboom. Op donderdag 25 april is de heer Swiers met dezelfde medewerker van de afdeling leefomgeving van de gemeente Coevorden bij ons op bezoek geweest. De rode Swiers gaf aan dat we een arbitragezaak op moeten starten tegen de aannemer. Hij is van mening dat wij bij de aannemer moeten zijn. Als dit niet tot een oplossing leidt, ja, dan moeten we maar eens weer zien. Dan moesten wij de gemeente Coevorden maar weer benaderen. Op 12 juni hebben wij een gesprek gehad met de specialist van de Fugro en de aannemer. Het laatste rapport van 9 maart 2019, dat in opdracht van de aannemer is uitgevoerd, blijkt dat het verzakkend door zal gaan. Met andere woorden, de aannemer kan het probleem niet voorkomen in de toekomst. De aannemer is op basis van bovenstaande niet in staat een passend voorstel dan wel een oplossing te bieden. De specialist van Fugro gaf aan dat er in het rapport van 2010, dat de Fugro in opdracht van de gemeente Coevorden heeft gemaakt, vermeld staat dat er eerst nader onderzoek uitgevoerd diende te worden, om er zeker van te zijn dat de voorgestelde methode met aardrijkszand de problemen daadwerkelijk op zou lossen. De gemeente Coevorden heeft geen nader onderzoek uit laten voeren. Op 25 juni heb ik wederom telefonisch contact gehad met de medewerker van de gemeente Coevorden die mij mededeelde dat het college had ingestemd met de stukken die zij had ingediend. De brief die gestuurd is. Dat deze in die brief in die week naar de gemeenteraad gestuurd gaat worden. Wethouder Swiers wil deze brief met een aantal raadsleden bespreken. De medewerker kon me niet vertellen wanneer dit besproken wordt. Wij zouden graag bij dit gesprek aanwezig willen zijn. We zijn benieuwd hoe wethouder Swiers het gesprek dat wij met MLM gehad, vertaald naar de raadsleden. In het telefoongesprek gaf de medewerker ook aan dat wij verwachtingen hebben, maar dat de gemeente Coevorden wil vasthouden aan de vaststellingsovereenkomst die niet in hun bezit is. Ze gaf ook nog aan dat er immers geen claim of aansprakelijkheid van onze richting de gemeente Coevorden is gekomen. Dit bevestigt onze mening dat zolang er geen claim van ons richting gemeente Coevorden gaat, zal de gemeente niet meewerken aan een oplossing. In datzelfde gesprek met de medewerker blijkt dat er een document in omloop is waarin staat dat de beide families
vrij waren om met de besteding van het schikkingsbedrag te doen wat we zelf wouden. Wij kunnen aantonen dat dat beslissen niet het geval is en dat het ook staat ook in de vaststellingsovereenkomst. Contactpersoon van de afdeling leefomgeving vastgoed van de gemeente heeft telefonisch de assessor medegedeeld dat uit het dossier van de gemeente Koevan zou blijken dat wij er vrij mee waren. Hè? De assessor heeft gevraagd aan de betreffende contactpersoon of hij het betreffende dossierstuk zou mogen inzien. Dat was niet mogelijk. In 2016 is er door ons een arbitragezaak opgestart, omdat de garantietermijn bij de aannemer ten einde liep en de verzekeringsproblemen nog niet opgelost waren. In de tussentijd zijn wij met de aannemer in gesprek gebleven in de hoop tot een oplossing te komen. De arbitragezaak staat op de rol om de juridische weg richting de aannemer open te houden. Dit staat in zijn geheel los van het geschil dat wij met de gemeente Koevorden hebben. Zij hebben ons in 2004 een perceel grond verkocht dat volgens het conformiteitsbeginsel niet aan de verwachtingen voldoet wat wij ervan mochten hebben. In aanloop naar de rechtszaak, ergens een schatting hebben we niet, rond 2009 is bouwmeester samen met een beleidsmedewerker bij ons op de kavel thuis geweest. Op dat moment is om de situatie van de verzakking te bespreken. Toen al plaatste de burgemeester de opmerking, als we het eerder hadden geweten, hadden we de percelen terug kunnen kopen. Na veel onderzoek door ons blijkt er een rapport te zijn van de firma Touw uit 1994, dus 10 jaar voor onze aankoop, dat de opdracht in de opdracht van de gemeente Koevorden een verkennend bodemonderzoek uitvoerde, dat er ter hoogte van onze kavels een gat in het terrein zat. De firma Touw gaf destijds aan dat er nader onderzoek diende te worden uitgevoerd. In een recente telefoongesprek met dezelfde medewerker van de afdeling leefomgeving werd mij de vraag ook gesteld of er in 2010-2011 ook gesproken was over het terugkopen van, door de gemeente van de beide percelen. Wij zijn er ook van mening dat er maar één oplossing is. Voor deze al 15 jaar slepende situatie dat de gemeente Koevorden de beide percelen met gebouwen tegen een marktconforme prijs, zonder dat er wat aan anders met de kavels van ons koopt. Dank u wel. Dank u wel, meneer Sassen. Het is mooi als u nog even blijft staan als er nog vragen zijn vanuit de commissie. Ik zie niemand aanstalten maken om. Ja, de heer Hoedemaker, D66. Ja, u doet het nu. Meneer Sassen, dank voor uw inspreken. U vertelt dat de ingenieursbureau Touw in 1994 een rapport heeft geschreven over de toestand van het terrein waar u woont. En dat was nog voordat het terrein dat u er woonde, maar toen was de boel wel bouwrijp gemaakt. Dat zou ik niet durven zeggen of het al bouwrijp was. Maar wij hebben het in 2004 zijn we er komen wonen en toen bleek al dat wij rond de 800 kub grond aan moesten voeren om op gewoon normaal niveau, dus 30 centimeter boven straatniveau is een normaal pijl waar je op gaat bouwen. Dat hebben wij aangegeven bij de gemeente van jongens, hey, wat is er aan de hand? Toen was er nog geen steen gebouwd, was er nog niks gebeurd. En toen hebben wij gezegd van hey, dat is niet normaal als wij 800 kub grond en bij de buren 600 ton gebroken puin aangevoerd werd. En we kregen gewoon van de gemeente van, laat dat maar een beleidsmedewerker zijn die aangeeft, meneer Sassen, u heeft pech gehad, u heeft het gekocht zoals het er ligt. Dat was op dat moment, werd u verteld van Sassen, je hebt pech gehad, dat is wat je gekocht hebt. In 2004, voordat wij gingen bouwen. En u vertelde ook dat, als ik dat goed begrepen heb, want er lopen een paar rapporten door elkaar volgens mij, dat in dat rapport uit 1994 stond dat er nader onderzoek plaats moest vinden naar uw perceel. Er stond letterlijk een tekening van het hele kleine veld en er stond een kruis op. En in de agenda eronder stond bij dat kruis, gat in terrein dient nader onderzocht te worden. Dat waren de letterlijke woorden die erin stonden. Dat rapport hebben wij, dat na onderzoek van ons, opgevraagd bij de gemeente. We hebben dat hele rapport gekregen, behalve de pagina waarop stond, waar die tekening op stond. Toen heeft mijn vrouw gebeld en toen kreeg ze
Als antwoord, ja, dat was een A5-formaat. Dat kwam niet automatisch uit de printer. Ja. En uiteindelijk bleek dus dat dat... En toen dat bombarde kwam, toen zijn we die, hebben we de rechtszaak opgestart. En hoe dichter die rechtszaak bij kwam, hoe drukker de gemeente erop werd om er toch zonder de rechter uit te komen. En ja, het probleem is nog steeds niet opgelost. En kan dus ook uit het rapport van dit jaar, blijkt dat het niet opgelost kan worden. Maar dat staat compleet los van wat wij met de aannemer hebben. Dank u wel. Andere vragen nog? Die zie ik niet. Vanuit college nog behoefte aan reactie of opmerkingen? Op dit moment niet. Dan dank ik u voor uw inspraak en uw toelichting. En u hebt ook nog informatie gemaild naar de raadsleden, zag ik. Dank u wel. Dank u wel, voorzitter. Mag ik de wethouder nog een vraag stellen op dit punt? Ja, ga de gang. Want in de vorige vergadering waarin we dit item ook hebben besproken, waar meneer Sasse ook ingesproken heeft, heeft u aangegeven dat u naar een oplossing toe wilde werken. Hoe doet u dat? Hoe bent u daarmee bezig? Goed. Nou, ik heb in ieder geval aangegeven dat ik met ze in gesprek zou gaan. En dat heb ik ook gedaan. Er is een verkennend gesprek geweest, staat ook in de brief. En daar moet ik mij ook laten leiden door het dossier wat er bij ons aanwezig is. Dat heb ik ook gedaan. Met de constateringen die we daar gedaan hebben, de verzakkingen, het is allemaal absoluut aanwezig. Dus het is op zich een hele trieste bedoeling. Laat ik daar heel eerlijk in zijn. En dat hebben we ook wel gezien. Maar goed, ik heb daarin aangegeven wat de volgorde zou kunnen zijn. En wat ons betreft ook zou moeten zijn. En ik vind ook dat als ik naar ons dossier kijk, wat wij daarvan hebben, ja, dat ook de juiste weg is. En dat de oplossing op dit moment in ieder geval niet gezocht moet worden bij de gemeente. En als men daartoe besluit, ja, dat waarschijnlijk tot een rechtsgang zal leiden. Omdat wij ook een dossier hebben. En hoe vervelend dat ook is, maar er is in 2011 geschikt. Ook de aannemer heeft daarin een rol gespeeld natuurlijk. Die heeft offertes gemaakt op basis waarvan kennelijk tot een vergelijk is gekomen. En de beleving die de familie Sassen en Neutenboom daarbij hebben, ja, dat is in het dossier wat ik heb in ieder geval niet helemaal de beleving zoals dat bij de gemeente speelt. Dus ja, ik heb ze inderdaad terugverwezen naar, ga met die arbitragezaak verder. De aannemer heeft nog een oplossing aangeboden. Er ligt nog een oplossing die aangeboden is. Daar heeft in het gesprek wat wij gehad hebben in april, daar heeft de familie van gezegd, daar hebben we geen vertrouwen in. En dat was met iets met piepschuim en dergelijke volgens mij. Nou, ik ben geen deskundige, ik kan dat niet beoordelen. Dus ik vind dat wij op dit moment moeten leunen op het dossier wat wij hebben. En dat betekent dat er een arbitragezaak zou moeten worden opgestart in ons idee richting naar de aannemer. Maar die heeft een aantal beloften gedaan. En die heeft het probleem niet kunnen oplossen. Wordt letterlijk nog genoemd op een gegeven moment. En dat zij beloofd hebben om daarin tot een oplossing te komen zonder verzakking. Dat daarin nader onderzoek moet worden gedaan. Ja, dat betreft niet nader onderzoek van de gemeente. Want dat betreft nader onderzoek wat behoort bij de uitvoerende partij. Die daarna moet kijken, van goh, wat moet ik nou echt doen om de zaak op te lossen. En dat is niet de deskundigheid van de gemeente. En ook niet de verantwoordelijkheid van de gemeente. Maar ik begrijp uit het rapport wat Sasse citeert van Fugo dat het probleem niet op te lossen is. Ik weet niet of het probleem niet op te lossen is. Fugo heeft in 2019 kennelijk weer opnieuw onderzoek gedaan. Maar wij hebben ons gebaseerd op de schikking het vervolg wat daarop is gedaan en het onderzoek wat daaraan voorafgaand heeft plaatsgevonden. Daarin staat in dat rapport van Fugro zelf, notabene, dat er nog nader onderzoek plaats moet vinden. Oké, dan hebben we hiermee deze inspraak denk ik afgehandeld. Dan kunnen we door naar agenda punt 5. Er liggen twee vragen voor van de VVD.
Eén gaat over de fietsenstalling. Volgens mij ligt dat over op de portefeuille van de heer Huizing. En de ander heeft te maken met fietsendiefstal. Dat zal meer bouwmeester zijn. Mevrouw Vissering heeft de vraag ingediend. Gaat uw gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zal eerst de vraag stellen met betrekking tot de fietsenstalling bij het station. De Coevorde Courant liet in een bericht weten dat de gemeente besloten heeft om naar aanleiding van vele klachten het actief te gaan handhaven op de fout geparkeerde fietsen in te trekken. Onze vraag is als eerste, klopt dit bericht? En ten tweede, zo nee, waarom gaat de gemeente handhaven terwijl er eigenlijk te weinig plekken zijn en niet iedereen in staat is om de fiets in de bovenrekken te plaatsen, daar dit terdege wel heel erg zwaar is. Ik wil dit graag ook even wat toelichten. Wij vernemen namelijk dat de berichtgeving hieromtrent verschilt en nogal wijzigt. En wij zouden terecht vinden dat de gemeente het besluit om actief te gaan handhaven op fout geparkeerde fietsen op het treinstation in Coevorde intrekt. Graag verneemt de VVD met welke oplossing en met op welk termijn de gemeente hiermee denkt te komen. We willen namelijk met elkaar bevorderen dat mensen de trein nemen en bij voorkeur ook met de fiets naar het station kunnen gaan. Daar moet de gemeente ook voor goede voorzieningen zorgen die dit mogelijk maakt. De gebruikers van de fietsenstalling plaatsen ook liever hun fiets in het rek, maar dan moet deze wel goed toegankelijk zijn en er moet voldoende ruimte zijn. En ja, dan kun je inderdaad discussiëren of het vol is of niet vol is. Op het moment dat het gecontroleerd wordt, kunnen er net een paar rekken vrij zijn, terwijl de situatie na aankomst of vertrek van de trein snel veranderd kan zijn. Ook wij hebben foto's gemaakt op verschillende tijdstippen en de rekken waren vrijwel altijd vol. Terecht zijn er veel klachten van mensen die het veel te zwaar vinden om de fiets boven in de rekken te plaatsen. Voor de jonge lui is het misschien niet zo moeilijk, maar voor oudere mensen, mensen met een e-bike, die veel zwaarder zijn, of met een fiets met een krat erboven, is het veel te zwaar. Dank u wel. Ik kijk maar even richting college wie dit voor zijn rekening toch, de heer Huizing, ja. Hij gaat aan. Klopt, voorzitter. Volgens mij, want ik hoorde nog een heel betoog erachteraan, maar ik zal even teruggaan naar de vragen die in eerste instantie ook gesteld zijn. En de vraag van, klopt het bericht dat wij actief gaan handhaven? Ja, dat klopt. Omdat er, en dat was ook al zo overigens in de oude situatie, heel veel fietsen, ook niet omdat er geen plek was, maar omdat het waarschijnlijk handig was om die fiets toch nog wat dichter bij het station neer te gaan zetten en niet te ver te lopen. Op plekken werden neergezet waardoor het voor veel mensen en zeker mensen met een beperking lastig werd om bij de perrons te komen. En we hebben nu ook weer gezien dat ook in de nieuwe situatie, zoals die is, dat er veel fietsen buiten de rekken staan. Dus we hebben ook aangegeven conform de beleidsregel die in 2018 is vastgesteld en dat wij daar actief op gaan handhaven. Wij hebben, zoals mevrouw Vissering aangaf, ook actief zijn we aan het monitoren. Uiteraard niet op één moment, dat doen wij uiteraard ook op meerdere momenten. En dan zien we dat er op sommige momenten wel plek is, maar inderdaad op sommige momenten de capaciteit te beperkt is. Dus daarvan hebben we ook aangegeven, daar gaan wij op korte termijn met de NS in gesprek over een tijdelijke oplossing, want als eenmaal de tunnel klaar is en de ontwikkeling aan de andere kant van het station heeft plaatsgevonden, dan is daar ook stallingsruimte. Dus daar gaan we over in gesprek. We hebben ook aangegeven dat besloten tot die tijd dat wij niet actief gaan handhaven. We gaan het handhavingsbesluit gaan we op zich niet intrekken, maar we hebben wel gezegd, we gaan het niet actief op handhaven, tenzij fietsen gewoon echt weer zo hinderlijk geplaatst worden dat daardoor voor mensen weer beperkingen ontstaan
om op perrons te komen, want volgens ons is dat echt niet nodig. Dus we passen dat voorlopig eventjes aan. En uiteraard zijn wij ook van mening dat het goed is dat er voldoende parkeervoorzieningen zijn, zodat zoveel mogelijk mensen met de trein kunnen gaan. Het plaatsen van de fietsen daar, daar zullen we ook nog naar kijken. Er zullen categorieën van gebruikers zijn waar het inderdaad lastiger voor is om de fiets bovenin te gaan plaatsen. Maar mevrouw Visserink gaf zelf ook al aan van nou, dat geldt ook voor hele grote groepen niet. We zijn ook niet de enige in het land die deze stallingen gebruikt. Sterker nog, misschien is dat wel een van de lastige dingen, dat er standaard stallingen gebruikt moeten worden die in veel gemeenten worden toegepast. En die ook in veel gemeenten prima blijken te werken. Dus voor de gemiddelde gebruiker zou het prima moeten zijn. En waar we denk ik vooral naar moeten kijken is of de capaciteit, de parkeercapaciteit voor de fietsen voldoende is. En daar, dat zullen we de komende tijd ook goed in de gaten houden. Dank u wel. Een korte. Ja, u heeft het over monitoren, hè, dat we dit gaan bekijken. Is het ook een idee om, behalve dat monitoren, daar toch wat meer dan monitoren, maar ook wat ondersteuning te geven, hè, misschien wel een beetje in de opvoedende stijl, hè, waar fietsen geplaatst kunnen worden, zodat voordat je begint met echt actief te handhaven, dat mensen ook aan de situatie misschien wat gewend kunnen raken? Nou, onze eerste aandacht zal in ieder geval nu even uitgaan naar het kijken samen met de NS of we nog aanvullende parkeercapaciteit kunnen realiseren. En volgens mij moet dat gewoon als eerste even voorop staan. En daarna zou het zinvol kunnen zijn om inderdaad daar iets meer ondersteuning, of zoals u het noemt, om daar aanwezig te laten zijn. Dat zou een oplossing kunnen zijn. Oké, dank u wel. De heer Stoker op hetzelfde onderwerp, of naar aanleiding van... Ja, even naar aanleiding van, ik zie op de website van ProRail dat na het gereed komen van de tunnel er ook in de Holwertzijde nog een hele hoop fietsenstallingen bij gaan gekomen. Dat is wellicht even als aanvulling en wellicht ook, is dat wel het moment dat we misschien wel voldoende capaciteit hebben voor fietsers om daar de fiets te stallen. Ja, dat is in lijn met wat ik de heer Huizing volgens mij heb horen zeggen, dat er eerst een tijdelijke oplossing wordt gezocht, dat er aan de andere kant van het station ook voldoende stalling bij komt. Oké, dank u wel. Dan hebben we deze vraag afgerond. Dan had u nog een tweede vraag liggen. Ja, dank u wel. De tweede vraag is met betrekking tot fietsendiefstal. Naar aanleiding van de diverse meldingen die binnen onze fractie binnenkomen over fietsendiefstal op zowel het station Coevorden als Dalen, verneemt de VVD graag van het college of u hier ook mee bekend bent. Of u ook inzicht heeft op de meldingen hiervan gedaan bij de politie. En of het plaatsen van cameratoezicht op het station een mogelijke oplossing is. En zo niet, welke andere oplossing zou u dan eventueel voor kunnen stellen? Dank u wel, voorzitter. Helaas is het ook in Coevorden een feit dat er regelmatig fietsen worden gestolen. Overal in de gemeente Coevorden, dus ook op de stations. En er zijn, dat is wel een van de hotspots, maar er zijn er meer. Die vormen ook onderdeel van datgene wat de politie eraan doet om het beeld bij te houden. Hè, waar de risico's zijn. Waar de risico's het grootste zijn. Er worden ook regelmatig daders aangehouden van fietsendiefstallen. Omdat er dan gerichte surveillance kan plaatsvinden, omdat er ook, en daar kan ik niet al te veel over uitweiden, bijzondere opsporingsmiddelen, laat ik het dan maar zo zeggen, worden gebruikt om in de gaten te houden of er fietsen hele rare bewegingen maken zonder dat de eigenaar erbij is. Dat helpt bij het zo gericht mogelijk aanpakken van de fiets. Ik moet ook zeggen dat natuurlijk de eigenaar van de fiets zelf wel een verantwoordelijkheid draagt, want dat blijkt ook nogal eens. Dat de fietsen in kwestie die wel worden weggenomen met het standaard slotje, zeg maar even, wat je met een roestige spijker open krijgt, alleen maar op slot stond. En ja, dat is helaas het soort veiligheid wat we heel vroeger misschien hier in dit gebied hadden. Maar helaas zijn we dat kwijtgeraakt. Tegenwoordig moet je gewoon eigenlijk echt, zeker als het een wat duurdere fiets is, twee sloten gebruiken. En dat gebeurt niet altijd. Zelfs dat kan soms geen garantie zijn dat die overigens dan toch niet wordt weggenomen. Maar zoals gezegd, er is gerichte focus op waar fietsendiefstal
opeens weer opkomt. En dan lijkt er een soort patroon te ontstaan. En dan, dan worden toch verschillende mogelijkheden ingezet om te voorkomen dat daar nog verder oploopt of dat daar daders kunnen worden aangehouden. Dank u wel. Helder verhaal lijkt me. Ja. Ja. Oké, dan hebben we daarmee het vragenuurtje afgerond. Dan gaan we naar agenda punt 7 en dat is de presentatie haalbaarheidsonderzoek project Gasloos de Zwanenburg. Ja, u hebt gelijk. Ik wil te snel. Afdoeningsvoorstel ingekomen stukken. Ja, ik wil te snel. We lopen eens even bij langs. A1, opmerkingen of een korte vraag? Ja, mevrouw Jaspers, PvdA. Dank u wel. De gemeente krijgt een lage waardering onder ondernemers. Wat gaat de gemeente doen met deze resultaten? Nou, laten we zo zeggen dat we nog niet tevreden zijn over de waardering die uit de ondernemerspeiling blijkt. Maar daar hebben we ook al met de ondernemersverenigingen over gesproken. En we hebben een bijeenkomst belegd om de peiling, in ieder geval de rode draden daaruit, te bespreken. Bij mijn weten gaan we dat op 25 september al doen. In een soort werksessie waarbij we ondernemers die een specifieke opmerking hebben gemaakt daar ook op gaan uitnodigen voor zover we dat kunnen achterhalen. Dank u wel. Verder nog op A1? Niets. A2? Ja, de heer Heling, CDA. Ja, deze... Even kijken hoor. Oh nee, nee, sorry, ik werd te vroeg. A2 verder niet. A3? De heer Heling... Ja? Nou, wat is het? Ja, een opmerking en een vraag. Wij moesten in de wijk- en dorpenronde in Noord-Sleen vernemen dat deze interimregeling er kwam. We hadden liever gezien dat we eerder waren ingericht en waren ook graag de regeling of het stimuleringsfonds een keer geëvalueerd tussendoor. En een vraag, er staat van over de weigeringsgronden, dat er niet op religieuze gronden kan worden subsidie worden aangevraagd. Betekent dat kerken ook niet geen beroep kunnen doen op het stimuleringsfonds? De bouwers. Bouwmeester. Ik dacht al die. Ik laatste... ben niet in vorm vanavond. Bouwmeester. De vakantie is nog te vers, misschien. Ja. Nee, het betekent dat er geen subsidie beschikbaar is voor religieuze doelen. En niet dat. Organisaties met een religieuze grondslag dat niet zouden kunnen doen als het namelijk een aanvraag voor een brede maatschappelijke toepassing betreft, dan kan dat wel degelijk. Helder, dank u wel. Verder nog op A3? Niet. A4? Ja, de heer Mulder, PvdA. Ja, dank u wel, voorzitter. Over deze brief waarin het OV-bureau reactie geeft over een motie die wij als raad hebben aangenomen, mag ik wel zeggen dat ik teleurgesteld ben in de reactie van het OV-bureau. Ik zou deze brief dan ook graag willen agenderen om te bespreken. Nu hebben wij volgende week een bijeenkomst met het OV-bureau. Daar gaan wij deze over bespreken, maar dat kunnen wij dan mooi meenemen bij de bespreking. Dus graag wil ik dit voorstellen. Dan zou misschien een voorstel kunnen zijn dat we na de bijeenkomst volgende week even met elkaar bepalen of de brief nog terug moet komen in de commissie. Is dat dan een werkbaar voorstel? Oké, dan doen we het zo. Dank u wel. Verder nog naar aanleiding van deze brief? Niet. A5? Ook niet. A6? Mevrouw Streur, zie ik, BBC. Dank u wel, voorzitter. Wat onze fractie opviel in deze brief, wordt aangegeven dat door de inzet van de praktijk ondersteunde jeugdhulpverlening er minder verwijzingen plaatsvinden. Ik wil de wethouder vragen of hij beschikt over concrete cijfers ten aanzien van de beginsituatie, de oude situatie en het draaien van de pilot gedurende het jaar. Het verbaast ons als we kijken naar een artikel in het Dagblad van het Noorden van 7 september.
Dan zien we dat Noorderveld keurig weet te melden dat ze besparen een kwart miljoen op de WMO en de jeugdzorg. Waarom lukt dat ons niet? Dat zijn twee vragen, denk ik. De heer Huizing, dit is jeugd. Ja, de heer Huizing. Ja, voorzitter, want volgens mij gaan we nu wat dingen door elkaar halen. Wat we bij de evaluatie van deze pilot vooral, waar we naar hebben gekeken, is, en daarbij zijn we uitgegaan van hele conservatieve schattingen, de pilot ons in financiële zin wat heeft opgeleverd met de praktijkondersteuner jeugd. Maar ik denk minimaal net zo belangrijk of het ook wat heeft opgeleverd qua betere zorg en betere doorverwijzing of betere behandeling van de kinderen. En nou, ik denk zoals u in het evaluatierapport kunt zien, daar staan volgens mij overigens wel behoorlijk wat cijfers in. Dan zien we ook wat daarmee precies gebeurt. Is onze conclusie dat we minimaal op financieel gebied kunnen zeggen dat de pilot niet meer heeft gekost dan die uiteindelijk aan besparing heeft opgeleverd. En ik durf nog wel te stellen dat, ook omdat wij zo heel voorzichtig zijn geweest bij onze berekeningen, dat hij ook in financiële zin wel degelijk wat heeft opgeleverd. Alleen hoeveel dat precies is, ja, dat blijft altijd lastig, omdat je kunt nooit beide situaties met elkaar vergelijken. Ik kan niet vergelijken hoeveel kinderen zich bij de huisarts hadden gemeld als wij niet met deze pilot waren begonnen. En of ze inderdaad allemaal, zoals we wel vaak zagen, naar de ACARES en de GGZ van deze wereld zouden zijn doorverwezen. Alleen uit de gesprekken met de huisarts en ook de ervaringen van de praktijkondersteuners maken wij op dat alle van mening zijn dat op deze manier minder onnodig doorverwezen wordt. Dus, en dat betekent automatisch ook het eerste punt wat ik aangaf, namelijk betere en gerichtere zorg. Dat we daar ook sterk het idee hebben dat daar inderdaad sprake van is. En dat is voor ons dus reden geweest om ook te gaan zeggen van nee, we moeten hiermee verder. Het punt wat mevrouw Streur wel terecht aangeeft, ja, eigenlijk willen we gewoon nog veel meer inzicht hebben, want wij willen niet met voorzichtige schattingen moeten komen. Wij willen eigenlijk gewoon goed kunnen onderbouwen wat er precies aan de hand is. Dus vandaar dat een van de aanbevelingen ook was van kijk vooral die monitoring, die moeten kijken of we die nog beter kunnen krijgen. Nou, dat is dus een van de aanpassingen of de verbeterpunten die wij onszelf nog gesteld hebben. Dan wens ik u veel succes. Ik krijg nog wat aanvulling van de heer Brink, volgens mij. Dank u wel, voorzitter. Waarom lukt het ons niet, zegt u, om te besparen zoals Noorderveld dat doet met een methodiek? Ik heb dat artikel ook met belangstelling gelezen, want ik zag de kop. Ik denk, als ze daar wat bedacht hebben, dan moeten wij dat toch op zijn minst ook weten. Maar de methodiek die ze daar uitvoeren is eigenlijk al reguliere methodiek die wij sinds jaar en dag in onze gewone praktijk hebben en daar geen extra mensen voor hebben. Dat ook een methode is om de controle die we tot nu toe, nou laat ik een paar slagen om de arm houden, tot nu toe redelijk hebben gehad. Dat we met die methodiek ook die controle steeds hebben kunnen uitvoeren. Dus wij hebben niet bespaard, maar we hebben ze ook niet uitgegeven. Oké, volgens mij zag ik mevrouw Katerberg op hetzelfde onderwerp, CDA. Ja. Dank u wel, voorzitter. Aansluitend bij de wethouder vinden wij de redenen voor het succes van deze pilot heel positief en hoopgevend. Ik heb nog wel een aantal aanvullende vragen, misschien om dat nog een beetje scherper te maken. Want hoe kunnen we stimuleren dat alle huisartsen waar kinderen uit onze gemeente naartoe gaan werken met een praktijkondersteuner? Bijvoorbeeld ook Schoonhoorn de Kiel, maar ook Dalepeel, waar veel kinderen naar huisartsen gaan buiten onze gemeente. Volgens mij kan dat maar op één manier. En dat is dat al diegenen die denken dat dit een goede manier is, dus dat zijn wij als gemeente, maar bijvoorbeeld ook de andere huisartsen, dat die vooral met hun collega's in gesprek gaan en dit blijven benadrukken. Waarbij natuurlijk, in het geval van Dalepeel, wel te maken hebben met een huisarts die buiten de gemeente dan gevestigd is. Dus dat is nog weer een extra complicatie. Hoewel de kinderen, de rekening komt wel bij ons.
Dus we hebben er volgens mij wel alle belang bij om daar ook op in te zetten. Dus ik denk dat we daar met z'n allen vooral moeten proberen om de betreffende huisartsen te overtuigen dat dit echt een goede stap is. En niet voor de portemonnee van de gemeente, maar gewoon voor de kinderen en de zorg die zij krijgen. Ja, mag ik nog één vraagje? Kijk, het doet deugd nu voor het eerst ook te lezen dat er ingezet gaat worden op een intensievere samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs. Hoe zal het investeren in een samenwerkingsrelatie met het onderwijs voor een betere verbinding aangepakt worden? Dus wat gaan we dan nu concreet doen om die twee dichter bij elkaar te krijgen? Nou, er zijn al een aantal onderwijspartijen die graag daar ook over in gesprek willen. Nou, u volgens mij bij de halfjaar rapportage, daar leest u onder andere over een vorm van overleg die daarvoor is opgestart. Ik denk dat het goed is dat we op die manier het aanpakken en dat we dan met degene die dat graag willen proberen om dat steeds verder uit te gaan bouwen. Niet met één algemene maatregel van zo gaan we het doen, maar vooral kijken wat er in een betreffende situatie nodig is om die afstemming beter te krijgen. En daar, ik merk ook bij ons, bij onze medewerkers, dat daar heel veel behoefte aan is om dat goed te doen. Ik merk dat bij het onderwijs. Dus volgens mij, als beide partijen dat willen, dan gaat dat wel de goede kant op. Dank u wel. Verder nog op deze brief. De heer Stolkenaar gepakt. Even een hele korte opmerking. Wat in ieder geval is aangetoond in deze eindevaluatie, is waar we bij de invoering van de jeugdwet zo bang voor waren, gecertificeerde instellingen en huisartsen die inderdaad ook daadwerkelijk de verwijzingen konden geven. Hoe krijg je daar grip op? Nou, volgens mij, iedereen die zich daar een beetje in verdiept heeft, weet hoe ingewikkeld dat was om die huisartsen daarin mee te krijgen. Ik denk dat de POH's dus ook in Coevorden de inzet ervan laten zien dat daar dus inderdaad grip op te krijgen is, zonder dat je afdoet aan de rol die huisartsen daarin spelen. Maar als extra ondersteuning juist om te zorgen dat jongeren snel mogelijk in korte lijnen geholpen worden en er minder specialistische doorverwijzingen noodzakelijk zijn. Ik denk dat dat in ieder geval een winstpunt is wat dit heeft aangetoond. En ik denk dat dat in de eindevaluatie ook als zodanig mooi beschreven staat. Voor wat het punt betreft wat het CDA net aangaf, ik ben het eens dat je inderdaad, jammer dat er nog een aantal huisartsen zijn die dat licht wellicht nog niet hebben gezien. Ik kan me wel voorstellen dat de eindevaluatie zoals die hiervoor ligt, wellicht ook onder die huisartsen die dat betreft onder de aandacht zou kunnen worden gebracht, omdat het uiteindelijk hun wereld ook een stuk eenvoudiger maakt, namelijk het inschakelen van POH's in hun eigen praktijk. Dank u wel. Volgens mij, ik hoor niet echt een vraag, maar de ik had het niet mooier kunnen zeggen, voorzitter. Dus een opening om er wat over te zeggen. Hebben we het daarmee voldoende behandeld zo? Ik wijs u er graag nog eens op dat we bezig zijn met een afdoeningsvoorstel ingekomen stukken en dat u er nou bijna een inhoudelijke commissiebehandeling van maakt. Dus misschien kunt u dat nog eens wat in uw achterhoofd houden. En dan gaan we door naar 8, daar opmerkingen over. Niet 9, niet, schat ik zo in. 10 ook wel. De eerste ook een pak. Even heel kort, 9 en 10 misschien wel samenvoegend. Zie het college voor zichzelf ook nog reden om ook nog apart richting minister een brief te sturen betreffende dit onderwerp? Of is dat wellicht al gedaan? Misschien kan de heer Sviers vanuit zijn rol als commissielid VNG hier wel enige zinnige dingen over zeggen. Ik vond het ook wel een heel mooie setup, moet ik zeggen. Het is zo dat we in Drents verband met de portefeuillehouders financiën ook regelmatig bij elkaar zitten. Daar is dit onderwerp, of beide onderwerpen, maar het gaat over herverdeling van middelen, maar ook trap op trap af systeem, is allebei voorbij gekomen. Nou, trap op trap af, dat is wel een ding wat ook op VNG niveau speelt uiteraard om het daarover te hebben. De herverdeling van middelen, daar hebben wij een brief als gezamenlijke gemeente over gestuurd naar de minister, met een afschrift naar de VNG. Om onze zorg kenbaar te maken, maar ook om onze punten kenbaar te maken waar het voor deze regio om zou moeten gaan. En wat we verder doen is, ook meer naar aanleiding van de bijeenkomst van gisteravond, er was een bestuurlijk overleg in Hogeveen, waar we met Friese en Groningse gemeenten bij elkaar zaten, om eens te kijken of we nu alvast een poging kunnen doen om de lobby te versterken richting Den Haag, zodat wij er niet bekijkt afkomen in de toekomst bij die herverdeling van die middelen.
Dank u wel. Dan komen we aan 11, 12, 13, niet 14. Mevrouw Katerberg, op 13 nog, kreeg ik de indruk. Klopt. Het college heeft rond juni 2019 een brief aan het DB van de GGD gestuurd. Is er op deze brief verder reactie geweest dan de algemene reactie in deze aanbiedingsbrief? Poeh, dan moet ik u toch echt schuldig blijven, maar ik denk het niet. Ik wil wel even nakijken, maar we kunnen het wel even voor u nakijken. Maar ik moet u dat antwoord zo concreet. Ik heb de enveloppen niet zelf opengemaakt, dat weet ik zeker. De heer Brink komt er even op terug bij u, spreken we af. Ik kan er zelf nog even wel iets over zeggen. Want in jullie, onze brief, stond dat de samenwerking met maatschappelijke partners voor preventie voor voorliggende voorzieningen, om dat samen met de GGD op te pakken. En om op deze wijze gezondheidswinst te halen. En de GGD herhaalt dit wel in de aanbiedingsbrief, maar in de beleidsbegroting is dat niet terug te vinden. Is misschien technisch of zo. Maar dat vind ik wel jammer, dat dat gedeelte niet terugkomt. Misschien mag ik u geruststellen door u te vertellen dat we op dit moment heel druk bezig zijn in Drenthe. Ook in Drents verband, om het hele preventieverhaal goed gezamenlijk op te pakken. Dat doen we door het convenant wat we gezamenlijk ondertekend hebben. Daarop is een stuurgroep geformeerd die samen met de GGD de gemeentes allemaal voorziet van wijkprofielen, van gezondheidsomstandigheden van hun bevolking. Waarop heel specifiek tot op postcode niveau gekeken van worden van welke wijk heeft welke preventie nou nodig, wat speelt daar nou precies. Dus de facilitering van de GGD is heel goed op gang gekomen. Daar zijn eigenlijk alle gemeenten buitengewoon tevreden over. Dank u wel. Dat is dan belangrijker dan dat het in een brief staat. Ja. Prima. Tot zover 13, 14. Oh, mevrouw Steur nog, ook nog op 13. Dank u wel, voorzitter. In de brief wordt beschreven dat er in 2019 nog geen zicht is op kostenreductie bij de VTD. Gezien de stijgende kosten vindt onze fractie dit zorgelijk. Hoe kijkt de wethouder hier tegenaan dat er nog geen zicht is op de kostenontwikkeling? Ik vind het met u natuurlijk zorgelijk en u weet ook hoezeer wij de vinger aan de pols houden. En dat geldt echt niet alleen voor Coevorden. Heel Drenthe zit op het vinkertouw als het gaat om VTD. Aan de andere kant, de opdracht die de VTD krijgt, middels wetgeving en middels het ministerie, die zijn ook omvangrijk. En die nemen elk half jaar nog weer toe. En dat maakt dat het altijd onzeker blijft hoe dat met die kosten omgaat. Bovendien is het een financiering die niet gelimiteerd is. Dus de vragen die binnenkomen moeten ook behandeld worden. Dus er blijft altijd een behoorlijke onzekere factor. Maar hij moet stabieler kunnen dan nu. Maar er moet ook eerst in dat hele hulpverleningscircuit van VTD moet rust en stabiliteit komen. Elke VTD in Nederland heeft die rust nog niet gevonden. Dat heeft te maken met een gebrek aan personeel, een gebrek aan geschoold personeel, een gebrek aan kennis van het geheel van de VTD. Dat moet echt opgebouwd worden en tot die tijd houden we ook een bepaalde onzekerheid in de hulpverlening, maar ook in de financiering. Maar we houden vinger aan de pols en we proberen u ook zo goed mogelijk op de hoogte te houden. Dank u wel. Voldoende? Of nog een korte vraag? Twee korte vragen. In meerjarenraming straalt veel positiviteit uit. Dat is hartstikke mooi. En er worden veel pluspunten vermeld. En men roemt de samenwerking. Onze fractie mist echter bij de pluspunten de noodzakelijke verbeteringen op het gebied van eenduidige verslaglegging en overdracht van zorg. Kan de wethouder hierop een toelichting geven? Voorzitter, ik zou voorstellen, als u dit soort details ook allemaal wilt weten, dat u dan ook even het punt moet agenderen. Want volgens mij is het de bedoeling dat we een korte vraag stellen
En die wil ik graag beantwoorden. Maar dit zijn hele uitvoerige vragen die u stelt. Wil ik graag doen, maar dan moet u me even agenderen. Dat zal ik doen. Een andere vraag, omdat het wel een korte vraag. Een aantal gemeenten heeft bezuinigingen aangekondigd op het additionele takenpakket. Wat heeft onze gemeente gedaan? Wij maken minimaal gebruik van de additionele taken. Dus wij hebben daar niet op bezuinigd en dat is volgens mij ook niet nodig op dit moment. Voldoende zo. Oké, dan gaan we naar 14. Niet? Dan gaan we naar B1. Voorzitter, corrigeer mij als ik het mis heb, maar volgens mij hebben we 6A7 overgeslagen. Is dat zo? Ik denk het niet, maar misschien hebt u het gemist. Maar als u daar nog een korte vraag of opmerking over wil maken, gaat u gaan. Ik heb inderdaad 2 korte vragen. Dat gaat over het actieplan. Mooie doelen staan erin. Wie gaat het actieplan concreet uitvoeren? Dus legt het ook beslag op ons ambtelijk apparaat? En krijgt dit project ook een structureel karakter? Als het een project is, is het per definitie niet een permanent karakter. Als het een project is wat succesvol is, wat een permanent karakter zou moeten zijn, dan is dat een keuze. De uitvoering ligt bij de gemeentes. En het legt geen extra belasting op de ambtelijke uitvoering. Oké, dan heb ik de indruk dat we door zijn. Ja, dat is mooi. Dan ronden we daarmee af. Dan gaan we nu wel naar agenda punt 7, de presentatie. Presentatie haalbaarheidsonderzoek Gasloos Zwanenburg door Bureau Centraal. En wij hebben afgesproken dat we het zo gaan doen dat u eerst de presentatie krijgt. Daarna krijgt u gelegenheid om vragen te stellen aan het bureau. En daarna gaan we naar agenda punt 8. Dan krijgt u gelegenheid om beleidsmatige vragen over het stuk te stellen. Dus vragen aan het bureau en vragen over het beleid aan de wethouder. Dank u wel, voorzitter. Ik zal me alvast even voorstellen. Goedenavond. Ik ben Anastasia Kuzikov van Bureau Centraal. Ik ben hier samen met mijn collega Simon Bos. En voor degenen die Centraal niet kennen, we zijn een dochter van Touw. Dat is misschien een wat bekender ingenieursbureau. Dan wacht ik even tot de presentatie is opgestart. Dankjewel. Nou, wij zijn hier vanwege Gasloos Zwanenburg. Er is een tijd terug. Deze fiets lager. Er is een tijd terug een plan bedacht van Sweco samen met de Stichting Zwanenburg. En dit plan is vervolgens voorgelegd aan het college. Dat was er mee eens. De gemeenteraad vond het helaas te sumier en die wilde graag een second opinion. Nou, deze second opinion hebben wij uitgevoerd en ja, die resultaten ga ik aan u presenteren. Nou, er zijn 3 belangrijke punten waar we het plan op hebben beoordeeld. Nou, als eerst de duurzame verwarming. Opwekkingstechniek die is gekozen, is dat ook daadwerkelijk de beste techniek voor de Zwanenburg, voor de situatie die er nu is. We hebben naar een aantal technieken gekeken en die afgewogen. En vervolgens hebben we dus ook nog gekeken of het plan technisch correct was en economisch correct. En deze 3 punten zijn ook de leidraad voor deze presentatie. Eerst even kort de huidige situatie van de Zwanenburg. Ja, de 2 belangrijkste onderdelen zijn het recreatiebad en het wedstrijdbad. Dan is er ook nog ja, de sportaccommodatie, dus er is ook nog een sporthal en nog een aantal andere onderdelen. Het verwarmingssysteem is op dit moment hoog gestookt met een gasketel die op 80 graden binnenkomt en op 60 graden teruggaat. En deze wordt aangevuld door zonnewarmte uit een zonkafsysteem, wat ervoor zorgt
dat het gasverbruik al iets verlaagd is ten opzichte van de situatie zonder zonnewarmte. Ik zal even met u de technieken doornemen die we hebben bekeken. We hebben, ik zal de voor- en nadelen benoemen en hoe we uiteindelijk tot de afweging zijn gekozen dat een bodemenergiesysteem het meest geschikt is. Ik weet niet of iedereen het kan lezen, maar allereerst biomassa. Het voordeel daarvan is dat het op hoge temperaturen gestookt kan worden. Biomassa is helaas wel wat lastiger te bewerkstelligen. De kwaliteit van het hout kan vaak tegenvallen. Er is namelijk vocht is vaak een probleem. Hoe hoger het vocht, hoe meer energie er moet worden gestoken in het hout om het weer goed te kunnen verbranden. Er is vaak ook een tekort aan hout, waardoor hout dan weer over lange afstanden getransporteerd zou moeten worden. Dat kost natuurlijk ook heel veel energie en transportkosten. En daarnaast vraagt het proces om vele handelingen van de vrijwilligers van de Zwanenburg in dit geval. Waterstof is een hele mooie bron, omdat de grondstof is water. Dus het is een bron die eigenlijk nooit opgaat. Dit is wel meer een techniek voor de toekomst. Het is namelijk nu nog een erg jonge techniek wat erg hoge kosten heeft op voorhand. En er is ook weinig ervaring op het gebied van veiligheid. En al helemaal niet met zwembaden. Dan hebben we lucht. Lucht is een relatief simpele techniek die al vaak is gebruikt. Het is ook een relatief goedkope techniek. Het nadeel aan het gebruiken van lucht, dus luchtwarmtepompen hebben we het dan vooral over, is dat zij in de winter een erg laag rendement kunnen hebben, vooral als het gaat vriezen. En er zijn wat extra maatregelen nodig om geluidsproductie tegen te gaan. Dan hebben we rheotomie en oppervlaktewater. Rheotomie is het terugwinnen van energie uit afvalwater. Het zijn beide bronnen, eigenlijk gewoon waterbronnen. Het zijn ook relatief simpel, technisch gezien. En die leveren een wat hoger rendement. Omdat de temperatuur net iets hoger valt dan die van bijvoorbeeld lucht, ook in de winter. Voor de Zwanenburg is het helaas wel zo dat de potentie vrij laag is. Dus alleen in combinatie met een warmtekoude opslag in de bodem zou deze techniek mogelijk zijn. We komen nu uit op bodemenergie. Dat is uiteindelijk voor ons, samen met Sweco's plan hebben wij beoordeeld hierop. En wij komen ook tot de conclusie dat een bodemsysteem het beste is. Het beste is op een aantal punten. We hebben open bodemenergie en gesloten bodemenergie. Open bodemenergie is een warmte-koude opslagsysteem. U ziet op het plaatje hoe het ongeveer werkt. Bij een warmte-koude opslag wordt er warmte uit een bron. Verschillende bronnen kunnen dat zijn, oppervlaktewater, zonnewarmte, lucht. Die temperatuur is vrij relatief hoog in de zomer en dat wordt dan opgeslagen in de bodem, zodat die in de koude wintermaten benut kan worden. Een gesloten systeem, dat werkt iets anders. Dat is een systeem met bodemlussen. En dat is eigenlijk gewoon een warmtewisselaar die in de bodem wordt geplaatst. Er zit een waterglycolmengsel in. En die werkt het hele jaar door gebruik te maken van de bodemtemperatuur. Dus gewoon de geleidbaarheid van de bodem. In principe zijn beide bronnen geschikt voor de Zwanenburg. Het verschil zit er vooral in dat een open bodemsysteem die heeft een wat hoger rendement. Omdat een warmte-koude opslag tot een graad of 25 opgeslagen kan worden. Dus in de winter is dat een graad of 15. En een gesloten bodemsysteem zit daar net ietsje onder, een graad of 7, 8. Een open bodemsysteem is daardoor iets betrouwbaarder als energieopslag. Het verschil is alleen wel dat een open bodemsysteem wel iets duurder is wat betreft de investering. Beide hebben boringen nodig in de bodem. En uiteindelijk is het dus de afweging eigenlijk. Wil je op voorhand wat meer investeren op een systeem wat een hoger rendement kan leveren in de winter, of
liever wat minder investeren en oké zijn met een wat lager rendement. Dat is een beetje het verschil tussen die twee. Het antwoord op de eerste vraag is dus, is de duurzame opwekkingstechniek goed gekozen? Ja. Met een kanttekening dat dus de warmte-koude opslag ook interessant kan zijn. Twee, is het technisch correct wat is bekeken? Hier ziet u op een rijtje het voorgestelde systeem van Sweco en onze visie. Sweco heeft een aantal energiebesparende maatregelen uitgewerkt. Nou, die onderschrijven wij. Die zijn ook nodig om en zowel de warmtevraag te verlagen en een laagtemperatuursysteem mogelijk te maken. Dus daar staan wij gewoon achter. Vervolgens hebben zij een gesloten bodemenergiesysteem ontworpen. En dat is in principe wat ons betreft ook goed. Een optimalisatieslag kan dus een open bodemenergiesysteem zijn. Verder maken ze in het systeem van Sweco en de stichting gebruik van de zonnewarmte. Nou, dat is ook gewoon hartstikke goed, want dat systeem staat er ook al. En die willen ze dan nog aanvullen met een dry cooler, dus eigenlijk een luchtwarmtepomp en restwarmte. Wat ons betreft kan daar dus een optimalisatieslag in worden gemaakt, want het kan zijn dat die dry cooler niet nodig is als gebruik wordt gemaakt van de warmte-koude opslag. Maar dat zou moeten blijken uit de ontwerpfase. Nou, dan heb ik hier nog even een plaatje om u een beetje een beeld te geven van het systeem. Dit is hoe Sweco hem in eerste instantie heeft opgezet. U ziet helemaal onderin het bodemsysteem. Dat zou dus eventueel vervangen kunnen worden met open bodemenergie. Maar zoals ik net zei, dat kan ook in de ontwerpfase uiteindelijk besloten worden. En links daarvan ziet u de dry cooler. En daar zou dus ook een deel eventueel van af kunnen in combinatie met de warmte-koude opslag. En voor de rest is dit, wat ons betreft, ziet dat er gewoon goed uit. Dan hebben we het laatste punt, is het economisch correct? Wij hebben precies het systeem zoals Sweco en Stichting de Zwanenburg hem hebben uitgewerkt, hebben wij hem ook geraamd per maatregel. En zoals u ziet, Sweco komt uit op 5 ton en wij komen uit op 510.000. Dat is binnen de bandbreedte van plusminus 30% die wij normaal altijd hanteren. Dus wat ons betreft gewoon goed. Dan hebben we nog de exploitatiekosten. Nou, er zitten nog wat kleine verschillen tussen de raming van ons en de raming van Sweco. Dat zit hem met een klein verschil in rendement en in onderhoud en beheer. Maar voor de rest ook binnen de bandbreedte. Dus wat ons betreft ook goed. De conclusie. Dat heb ik al een paar keer gezegd. Het bodemsysteem is dus het meest geschikt. De investeringskosten en exploitatiekosten zijn wat ons betreft correct geraamd. En dan wil ik op het eind nog even aangeven dat uit het klimaatakkoord is gebleken dat de gasprijzen komend jaar weer zullen stijgen. Dus hoe langer u wacht, hoe meer het u uiteindelijk kost. Dus wat ons betreft, gewoon realiseren. Dank u wel. Dank u wel voor de presentatie. Dan kijk ik de commissie aan of dit vragen oproept. De heer Soppe, BBC. Ja, dankjewel voorzitter. Wij zouden graag wel van het bureau centraal willen weten of deze techniek al ergens wordt toegepast. Is u dat bekend of er al zwembaden deze techniek gebruiken? De heer Soppen moet zijn microfoon even verder doen. Ja, dank u wel. Heeft u het over, in principe zijn allebei de systemen bodemlussen. Daar moet mijn collega me even bij helpen. Dat weet ik eigenlijk niet zo uit mijn hoofd. Ik weet wel dat een warmte-koude opslag al wel gerealiseerd is. Toevallig ook één die wij hebben gerealiseerd. Dat is goed voorbeeld daarvan een zwembad in Urk. Die werkt op rheotomie en een warmte-koude opslag. Dus dat gaat gewoon goed. En met de bodemlussen?
Ja, bodemlussen zijn ook veel gerealiseerd. Ik moet u het antwoord schuldig blijven of die bij zwembaden ook geïnstalleerd zijn. Wel veel bij verzorgingshuizen en appartementencomplexen. Die worden veelvuldig toegepast, bodemlussen. Ja. Maar u dus niet bekend of het bij zwembaden gebruikt wordt? Nee, maar de verduurzaming van zwembaden is eigenlijk pas de afgelopen 3-4 jaar op gang gekomen. En bodemlussen en WKO's die worden al veel langer toegepast. Dus die ervaringen, dat zien wij ook gebeuren, die worden nu vertaald en ook toegepast bij de zwembaden. En de WKO's zijn er al. Ja, bodemlussen, dat weet ik niet of die al toegepast zijn. Dank u wel. Allen met vragen, de heer Hoedemaker, D66. Zou het wat uitmaken of je dat bij een zwembad doet anders dan bij een verzorgingshuis? Is dat een ander, zit daar iets anders achter? Of zegt u van het kan goed bij een verzorgingshuis, het kan ook prima bij een zwembad? Nee, het kan bij. Uiteindelijk gaat het over de warmtevraag die ingevuld moet worden. Hè. Wij noemen dat de grote gasvragers. Het maakt niet uit hoe het. Een verzorgingshuis heeft ook een behoorlijk grote warmtevraag. Is redelijk vergelijkbaar met een zwembad, omdat onze oudere mensen ook in de zomer vaak warmer erbij willen zitten. Nou ja, met de klimaatverandering is dat in de zomerperiode wat minder. Maar het gaat om grote gasvragers. En dat maakt dus niet uit of het een zwembad of een verzorgingshuis, hotel, nee. Ja, de heer Oudeboon, VVD. Daar is hij. Het kostenverschil zou ik graag willen weten tussen open en gesloten systeem. Ja, het verschil zit hem eigenlijk puur tussen de bronnen. De warmtepomp die kan in principe hetzelfde aangehouden worden. Een bodemlussensysteem zoals we hem voor de Zwanenburg hebben bekeken was in onze raming 120.000 en een warmte-koude opslag 170.000. De heer Soppenhoff, BBC. Klopt het dat de Zwanenburg eigenlijk niet zonder gas kan? Want ik zag in uw rapport dat als het min 10 graden is, dat het systeem het niet aan kan en zal er toch bijgestookt moeten worden. Klopt dat? Heb ik dat goed gelezen? Ik denk dat ik weet wat u bedoelt. In het plan van Sweco, dan moet ik wel even graven weer hoor. In het plan van Sweco zijn ze uitgegaan van 240 kilowatt. Dat is niet, zeg maar, het kan gebeuren dat het vermogen iets uitschiet. En Sweco heeft er toen voor gekozen om dat vermogen iets te verlagen, omdat het vrijwel nooit voorkwam dat er uitschieters waren. En omdat wij dat plan moesten beoordelen, hebben wij gezegd, nou, dat vermogen is misschien een risico. Maar je kan het systeem, als je het zeg maar 20 kilowatt hoger dimensioneert, of net iets meer bespaart met de energiebesparende maatregelen, dan kom je daar al uit. Maar dat is dus een optimalisatieslag. En wij hebben puur vanuit onze visie en second opinion aangegeven, let daarop. Maar dat betekent niet dat het per definitie niet zonder gas kan. Dat is een optimalisatieslag. Want het scheelt natuurlijk wel, als je volledig gasloos bent, dan ben je dus ook van de netwerkbeheerder af. En hoef je ook niet allerlei extra kosten. Er komt toch zo €5.000 per jaar. Dus ik ben wel benieuwd of ze gaan besluiten om te zeggen van wij gaan ons helemaal afsluiten met het risico dat als het koud is, dat het systeem het niet aan kan. Ik denk dat dat eigenlijk vrij simpel opgelost kan worden. Omdat Sweco die heeft dus bijvoorbeeld ook gekozen voor de dry cooler en het vermogen van de zonnewarmte. Dat hebben ze allemaal binnen bepaalde bandbreedtes gehouden. En dat hebben ze precies gedaan om dit soort onzekerheden op te vangen. Dus het is, ik weet gewoon zeker dat in een optimalisatieslag dit probleem wordt verholpen. Dus gaan ze volledig gasloos? Ja, precies. Is er ook bekend wat het met de bodem gaat doen? Jullie hebben zelf ervaring met de warmte-koude opslag. Dat is ook een bodemsysteem. Er wordt geboord in de bodem. Is bekend wat het met de bodem kan?
Als we echt kijken naar een warmte-koude opslag, dan wordt er inderdaad in de grond geboord. Maar in principe wat je doet is water rondpompen eigenlijk. Je haalt het in de winter, haal je het eruit om het te verwarmen. En dan stop je het weer de grond in de koude bel, zeg maar. Van warm naar koud. En dan in de zomer gaat hij weer de andere kant op, van koud naar warm. Wat dus betekent dat er in principe geen verplaatsing is rechts of links, zolang je je warmte-koude opslag in balans houdt. Dus eigenlijk gebeurt er niet zoveel. Er wordt niets uit de bodem gehaald qua fysische structuur. De bodem als geheel blijft intact, alleen de temperatuur die wordt eruit gehaald. Dat is het enige wat door een rondpomp systeem. Stokerpak. Ja, een hele simpele vraag. Wat heeft uw onderzoek gekost? Moeten de rekeningen sturen? Nee, ik vind het voor de discussie vind ik het belangrijk om te weten wat de kosten zijn geweest voor dit onderzoek. Nou, ik moet even een kleine slag om de arm. Ik kijk toch stiekem naar achter of ik de plank finaal misla. Volgens mij 8000 euro. Sla ik de plank niet? Ja, wij doen alles ex-BTW, hè? Ja. Ja. Andere nog met vragen? Ja, de heer Sappen weer. Gaat uw gang. Ja, ik was net nog niet uitgevraagd, maar het maakt niet uit. We wisselen gewoon af. Onze fractie is deze zomer naar Fries geweest om ons te laten informeren over hun gasloos zwembad. Ik heb begrepen dat jullie er ook geweest zijn om je te laten informeren. Zij hebben gekozen voor luchtwarmtepompen boven de grond. Jullie geven ook in jullie technieken die je schetst, riothermie, et cetera, de warmtepompen, een relatief goedkope techniek is, maar dat jullie ervan afzien omdat het rendement in de winter te laag is. Zo heb ik het goed begrepen. Maar je geeft toch bewust aan, het is een relatief goedkope techniek. Is het dan al met al wel goedkoper dan het Sweco-systeem? Of zeg je van, door het rendement is uiteindelijk de exploitatiekosten komen duurder uit? Ja, goede vraag. Als eerst wil ik zeggen dat luchtwarmtepompen best geschikt kunnen zijn. Dus dat is absoluut niet dat wij dat geen goede techniek vinden. Voor een open luchtbad is een dergelijke techniek geschikter. Een open luchtbad is namelijk vooral in april tot september open. Wat dus betekent dat de temperatuur relatief hoog is vergeleken met een binnenzwembad wat een piekvraag heeft in de zomer. Dus voor de openluchtbaden, zoals bij Leendobben in Fries, is dat een hartstikke goede techniek. Voor het geval in de Zwanenburg, dan ligt dat toch een stuk anders. Want kijk, het is voornamelijk het rendement, dat klopt. Maar het rendement het wordt bepaald door een heleboel dingen. Dat is dus niet alleen de buitentemperatuur, maar ook de temperatuur die wordt geleverd aan het bad. En bij de Zwanenburg zijn we sowieso al uitgegaan van 55 graden. Waarbij ook het tapwater, hebben we gezegd, dat wordt thermisch gereinigd. Dus dat hoeft ook niet naar 70. Dat hoeft dan één keer per week naar 65. Ik probeer even niet te technisch te worden hier. De aanvoertemperatuur in de Leemdobben en Aqualare, daar gaan ze uit van een graad of 40. Waardoor het rendement automatisch mooier lijkt te zijn dan dat het waarschijnlijk zal zijn. En daar gaan ze ook uit voor tapwater, wat naar 70 graden moet, met hetzelfde rendement. Wat volgens ons een heel groot risico is, wat sowieso misgaat. Kijk, de COP, dus het rendement van een warmtepomp, dat is eigenlijk een heel gevaarlijk onderdeel waar vaak op wordt verkeken. Als dat in de winter namelijk gaat vriezen, dan kan het je zo ontzettend veel geld gaan kosten dat je dat nooit meer terugverdiend krijgt. Dus het is enerzijds, denk ik, dat je het dus je terugverdientijd, om die reden zal die niet korter zijn dan zoals wij hem hebben berekend. Maar het risico is ook veel hoger wat je neemt.
ik zou toch zeggen, een techniek die eigenlijk nog nooit voor een zwembad is toegepast, dat dat ook risicovol is. En ook van aannames aan elkaar hangt. Ik bedoel met een techniek die nog niet toegepast is, de bodemlussen. Ja, maar dat is de bodemlussen, hè? Is dat dan. De WKO's zijn wel, in heel Nederland zijn meer dan 1000 WKO's geïnstalleerd. Onze ondergrond zit er echt vol mee. En daar is echt ruim voldoende ervaring mee. Wij zien een optimalisatie, een rendementsverbetering met die bodemlussen. En ook daar is voldoende ervaring mee in andere gebouwen. En wat mijn collega Anastasia ook aangeeft, zeker in de winterperiode, dan wordt het echt risicovol voor de Zwanenburg als je met luchtwarmte gaat doen. Op je exploitatie, maar ook op de techniek. Ik denk als we, zoals vorig voorjaar, dat we 2 weken vorsten, er toch af en toe min 10, min 15 was, dan wordt de Zwanenburg niet warm. Absoluut niet. Voorzitter, ik ga tot een afronding komen hoor. Ik heb voldoende informatie ontvangen. We hebben nog wel één. Het systeem kost €200.000. Maar de grootste kostenpost bestaat eigenlijk uit de energiebesparende maatregelen. Want dat is natuurlijk heel belangrijk. Zouden jullie daar een specificatie, of de wethouder daar een specificatie van die energiebesparende maatregelen? Of is dat lastig? Ja, die hebben we niet paraat, denk ik. Maar die zitten natuurlijk wel in het onderzoek van Sweco en die hebben we ook beschouwd. Maar dat is een heel pakket van maatregelen. Maar ja, ik neem aan dat die beschikbaar is. Maar het verschil, wij hebben dus nu de discussie echt over de pure warmtevoorziening. En dat is die 2 ton, zeg maar. Ja. Ik krijg de indruk dat we uitgevraagd zijn. Ja, we zijn uitgevraagd. Nou, dan dank ik u wel voor de presentatie. Dan ronden we daar agenda punt 7 mee af. Dan gaan we naar agenda punt 8. En dat is de inhoudelijke behandeling van het voorstel van het college in zaken het sportcomplex De Zwanenburg, project Gasloos. Ik ga u niet het hele voorstel voorlezen, maar dat betreft een 7-tal beslispunten die ook eerder voorgelegen hebben. Ik ga u vragen of u nog vragen hebt aan de wethouder over het voorliggende voorstel. De heer Nijmeijer, PPC. Dank u wel, voorzitter. Ja, eigenlijk een korte vraag. Er was gesproken, als ik het goed heb, nog steeds over een ontwerpfase. Zijn er dan ook nog veranderingen mogelijk? Of is dit eigenlijk al het eindvoorstel? Voorzitter, zolang het een ontwerp is, zijn er natuurlijk veranderingen mogelijk. Maar we zitten natuurlijk nu wel richting het eindmodel. Voldoende zo, meneer Nijmeijer. Ja, de heer Sapper, BBC. Vraag aan de wethouder is van het onderzoeksbureau. Die geeft ook een aantal adviezen mee. Er zitten wat kleine nuanceverschillen. Zij vinden eigenlijk die WKO, waar zij de meeste ervaring mee hebben, vinden zij eigenlijk de beste oplossing. Gaat de wethouder eventueel dat systeem overnemen? Of... Nou, voorzitter, volgens mij werkt het in Coevorden zo dat wij de uitvoering neerleggen bij de stichting die het exploiteert. En de overwegingen die leggen wij ook bij de stichting neer in de uitvoering. Dat gaan wij niet zelf overwegen. Ja, voldoende zo, meneer Sapper, of nog? Ja, voldoende beantwoord. Ja. Wij hebben eigenlijk, we zitten toch nog wel met wat vragen, omdat ook de projectleider in Fries, die ook een vergelijkbaar bad in Zuid-Laren, een overdekt zwembad, gasloos gaat maken, toch iets andere mening is toegedaan over het systeem. Dus eigenlijk willen wij het punt toch nog wel ter bespreking in de raadsvergadering. Ja, oké, prima. Maar we zitten nog in de vragenronde. De heer Hoedemaker, D66. Zijn er nog mensen met vragen? De heer Stoker nog, pak. Ja, voorzitter, dank u wel. In het voorstel staat dat
er precedentwerking uit kan gaan richting openluchtbaden. Maar dan mag er toch van uitgaan dat die openluchtbaden op dezelfde wijze als Zwanenburg degelijke plannen moeten aanleveren met net zulke onderzoeksresultaten als die we in het eerder stadium ook vanavond te horen hebben gekregen. Klopt dat? Voorzitter, we zullen ze daar zelfs zeer toe aanmoedigen. Anderen nog met vragen? De heer Mulder, PvdA. Ja, we hebben net gehoord wat de kosten van het bureau waren. Ik ben wel even benieuwd, wat zijn de maatschappelijke kosten of de opbrengsten die wij nog misgelopen zijn door dit uitstel? Kunt u daar iets over zeggen? Het enige wat ik kan zeggen is dat die 8000 euro zo exclusief BTW is. Dus de werkelijke kosten zijn nog net even iets hoger. Maar de vertraging heeft tot nu toe nog geen schade opgelopen. Dus we bouwen het iets later, dus daar zou je wat schade van kunnen hebben. Maar als je zegt van kunnen we de subsidie van de provincie nog steeds tegemoet zien? Ja, dat kan nog steeds. Daar hebben we uitstel voor gekregen. Hebben we wel moeten vragen. Dus daar zit nog geen schade. Dank u wel. Verder nog vragen vanuit de commissie? Ja, de heer Stoker nog. Pak. En nog één aanvullende vraag. Betekent dat, voorzitter, dat de vertraagde besluitvorming, want wat ik gelezen heb, zou dat inmiddels 60.000 euro kosten, dat dat inderdaad van de baan is? Want ik heb volgens mij ergens gelezen van dat de vertraagde besluitvorming de subsidie van de provincie met 60.000 euro is verlaagd. Volgens mij is die nog niet verlaagd. Oké, ja, de heer Boy nog op hetzelfde onderwerp. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, voorzitter, ik wil even een aanvulling op mijn collega doen, eigenlijk. We zijn inderdaad in Vries geweest en hebben daar uitgebreid geïnformeerd. Uitgebreid informatie gehad. En naar aanleiding daarvan hebben we de wethouder geïnformeerd. En dat hebben we vorige week per mail gedaan. En we hebben gisteren een afspraak gemaakt. We hebben gisteren gesproken met de wethouder over onze vragen. En de wethouder die had dus een toelichting gevraagd bij Centraal. Daar hebben we toen net ook vragen over gesteld. En die brief hebben wij ingekeken, mochten inkijken van de wethouder. En ik denk dat het goed is dat bij de raadstukken straks die brief gevoegd wordt, zodat ook de overige raadsleden kennis kunnen nemen van die brief. Dat is geen enkel bezwaar, dat doe ik met groot genoegen. Even voor alle duidelijkheid aan deze raadsleden. Dat is geen geheim stuk. Ik heb dat gisteren gekregen. Ik heb het de heer Boy en meneer Sappe ter inzage gegeven. Met het verzoek van stel nu wat hier ingeschreven staat. Ook als vragen straks aan de onderzoekers. Zodat u op de hoogte bent van waar wij geïnformeerd over zijn. Maar ik zal u die stukken even toesturen. Helemaal goed. Dank u wel. Dan kijk ik nog één keer rond of er nog, toch nog vragen zijn. Ja, de heer Sopper heeft nog een vraag. Daar wil ik nog één vervolgopmerking, want van de andere kant heeft de projectleider van Vries volgens mij ook de berekening gedeeld met Centraal en met de wethouder. Ja, ja, het verschil tussen vragen en opmerkingen, dat blijft toch wat lastig in deze commissie. De heer Oudeboom, VVD, zag ik nog een... Klopt, dankjewel. Ja, ik sta even te kijken, voorzitter, van de opmerking van de Partij van de Arbeid, de heer Mulder. Een grondig onderzoek, dat vindt hij blijkbaar niet nuttig en niet nodig. Het gaat over een project van een 500.000 euro. Ja, dat is een vraag aan de heer Mulder, denk ik. Ik weet niet of de heer Mulder nog behoefte heeft om daarop te reageren. Daar heb ik zeker wel behoefte aan op te reageren. Ik denk dat deze vraag wel gerechtigd is. Zeker als wij zien dat de conclusie van het onderzoek feitelijk overeenkomt met hetgeen eerder is gepresenteerd. Maar nu ga ik ook al eigenlijk in op het punt van beantwoording van naar het tweede deel van deze vraag. Dus over wat onze mening is. Dat wou ik daar maar bij laten. Ja, dat vind ik echt voorlopend op de discussie. Als je van tevoren die uitkomst wist, zeg maar, dan hoef je dat onderzoek ook niet te doen. Dat lijkt me nogal logisch. We beginnen al de politieke discussie in te schieten. Ik denk dat wij toen dat we bij de vorige behandeling ook duidelijk hebben aangegeven. Dus wat dat betreft herhaal ik gewoon ons standpunt. Dus volgens mij zit daar geen woord tussen. Oké. Waarvan acte. De heer Stoker, met een vraag nog.
Ja, nog even een vraag en wellicht kan die dan voor de behandeling in de raadsvergadering worden beantwoord. Bij 5.1 lees ik, omdat de bijdrage van de provincie met 60.000 euro is verlaagd, wordt het lenen bedrag verhoogd van 150 naar 210.000 euro. Ik zou graag in ieder geval dan toch schriftelijk beantwoord willen krijgen van hoe ik dit dan moet lezen. Want dat kan natuurlijk ook heel erg aan mij liggen, maar voor die besluitvorming zou ik die helderheid wel graag willen hebben. Volgens mij zat dat al in het oorspronkelijke voorstel. De heer Sviers knikt, dus zo zit het. Klopt, hè? Ja. Zat al in het oorspronkelijke voorstel, dus daar is niks aan veranderd. Dan zijn we uitgevraagd. Mooi, dan hoor ik graag uw advies voor, of hoor ik graag wat u van het voorstel vindt en uw eventuele advies voor verdere behandeling. BBC heeft al een voorschotje genomen. Ik weet niet of u dat verder nog wil aanvullen of het zo wil laten. Ja, behandeling in de gemeenteraad. Andere partijen. Wie? VVD, mevrouw Vissering. Ja, wij willen het ook graag als bespreekpunt op de agenda voor de raadsvergadering. Ja, dank u wel. Ik wil ook al aangeven op welke punt u nog graag wilt bespreken. Wij willen het zeker gaan bespreken in vergelijking met het binnenbad. Ook zeg maar de vergelijking tussen buitenbad en binnenbad. Daar is nog wel wat onduidelijkheid over. En de brief zeg maar, die nu toegestuurd wordt zeg maar, in de stukken vinden we van groot belang inderdaad om die te bekijken samen met de andere stukken. Helder, dank u wel. Andere partijen? Niemeyer, PPC. Dankjewel, voorzitter. Nou, een paar kleine opmerkings. We hebben altijd al wel vertrouwen gehad in het rapport van Sweco. Maar nu hier toch nog wat andere zaken op tafel komen, willen we ook even het kruid bijvoorbeeld nog even droog houden tot de raadsvergadering. Dus dat komt nog voor op ons af. Ik had eigenlijk nog een kleine opmerking. De notitie van de Zwanenburg, daar las ik in van... iets van innovatie, scholen bij betrekken, bijvoorbeeld innovatief bedrijfsleven. Hopelijk wordt daar iets mee gedaan. En verder komen we er terug op in de raadsvergadering. Oké, dank u wel. De heer Heling, CDA. Ja, dank u voorzitter. Wij hadden ook om een second opinion gevraagd. Die is gekomen. Er is een positief... antwoord gekomen, daar waren we erg tevreden mee. Het had voor ons niet in de gemeenteraad gehoeven, maar we gaan het beleven. Dank u wel, Hoedemaker, D66. Ja, voorzitter, nou ben ik misschien even kwijt, maar mevrouw Vissering van de VVD trekt de parallel tussen het buitenbad en het binnenbad. Maar de Zwanenburg heeft toch geen buitenbad? Bij de laatste keer dat ik er geweest ben, niet. Dus, ik er was, was het ook nog zo. Dus ik denk dat, dat heb ik niet gezegd. Ik trek geen parallel tussen buitenbad en binnenbad. Er is een brief geweest over de resultaten. Ook ten aanzien van een buitenbad in Vries. Maar ook een binnenbad in Zuid-Laren. Dus het gaat ook wel degelijk over een binnenbad en een binnenbad. En ik wil heel graag weten wat er in die brief staat. Die krijgt u toegestuurd, dus die kunt u meenemen naar de behandeling in de gemeenteraad. Hoedemaker, nog bij aanvulling? Nee, ik dacht even dat u het had over het buitenbad en het binnenbad. Mevrouw Kusjakov geeft al duidelijk aan dat dat twee onvergelijkbare grootheden zijn. Ze geeft ook aan dat ieder langer uitstel dat financiële gevolgen gaat hebben, want de gasprijzen stijgen alleen maar. Dus ik had gehoopt dat deze presentatie voor ons allemaal aanleiding was om dit als hamerstuk te behandelen. Ja, ik heb heel goed geluisterd naar wat deze mevrouw vertelde tijdens de presentatie. Het is mij ook helemaal duidelijk geworden dat een buitenbad en een binnenbad met betrekking tot deze manier van verwarmen, dat wel degelijk al verschillen. Dus dat heb ik ook heel goed begrepen. Er is geen enkel uitstel wat we nu doen. We hebben over 2 weken hebben we een raadsvergadering. En daarin wordt het besproken. En wie weet, misschien wordt het wel met hamerslag dan afgetimmerd. De heer Stoker, pak. Ja, voorzitter, mijn fractie heeft de vorige keer in de eerste bespreking al gezegd dat wij, voor zover wij dat konden beoordelen,
heel erg voor het voorstel laag en het onderzoek wat er op dat moment lag voor Zwanenburg gasloos. We zijn heel blij dat we vanavond te horen hebben gekregen dat het technisch en financieel haalbaar is. Dus feitelijk is bevestigd wat er in eerste instantie al is aangeboden. In die zin sluit ik me aan bij wat de heer Roedemaak net aangaf. Er is vanavond ook nog een winstwaarschuwing afgegeven. Wacht niet te lang, want het gaat gewoon nog meer geld kosten. Wat ons betreft had het ook prima als hamerstuk kunnen dienen. Maar ik begrijp dat de andere fracties daar wat anders over denken. Nou, we zullen het zien, voorzitter. Dank u wel. De conclusie is duidelijk. Een bespreekstuk in de gemeenteraad. En dan zullen we de discussie vervolgen. De heer Mulder, nog een afsluitende opmerking. Ja, wat mij betreft had het ook als hamerstuk doorgekund, ben ik het mee eens. Ik ben er natuurlijk wel met de heer Oudeboon eens dat wij als raad ook grondig onderzoek moeten doen naar voorstellen die hier liggen. Maar dat grondig onderzoek dat lag er ook al, dus daarom mijn opmerking. Dat wil ik nog even bevestigen. Oké, waarvan acte voldoende zo over dit agendapunt? Dat lijkt me wel. Dan is die daarmee afgerond. En dan kunnen we door naar agenda punt 9. Er wordt even wat gewisseld. En vertrokken. En agenda punt 9, dat betreft een brief van het college aan u in zaken de vergunningverlening evenementen. Er heeft ook een themaavond over plaatsgevonden met de nodige achtergrondinformatie. Zijn er vragen over deze brief? Mevrouw Vissering, VVD. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb twee vragen. De eerste vraag betreft op welke manier is er overleg geweest met de betrokkenen die regelmatig evenementen organiseren over de inventarisatie en evaluatie van het vergunningsproces? En heeft u ook met hen de dilemma's besproken die nu voor ons liggen? En mijn tweede vraag is heel kort. Hoe kan het dat er geen geluidsnormen zijn opgenomen in de APV van 2017, zoals wij te horen hebben gekregen tijdens de themabijeenkomst? Voorzitter, ja, ik neem aan dat dat bij mij terechtkomt. Het overleg met de horeca vindt plaats in het reguliere horecaoverleg. Maar als het gaat om uitgangspunten voor evenementenbeleid, is het denk ik toch ook uw verwachting dat u als eerste in staat wordt gesteld om eens even het speelveld met elkaar te verkennen. En dat u vervolgens mag verwachten dat we daar het gesprek met de horeca goed op inrichten. En zoals gezegd, daar zijn wel mogelijkheden voor. Er is natuurlijk in de praktische vormgeving van aanvragen voor evenementen veelvuldige uitwisseling met de horeca. Want daar komen eenmaal de meeste aanvragen vandaan. Dus dat heeft zich ook vertaald in de kanttekeningen en de ervaringen die u ook heeft horen noemen vanuit onze ambtelijke organisatie op de themaavond. De reden dat er geen geluidsnormen meer gelden, dat is gelegen in het feit dat we dat hebben geconstateerd dat een heel bewerkelijke vorm is in verband met de handhaving. Wellicht herinnert u zich nog dat we dat systeem wel gekend hebben van een geluidsbeleidsregel. Dat wij ook geluidsmeters, mensen die geluid konden meten, moet ik dan zeggen, op de evenementen daarvoor dus moesten inhuren, regelen en dat vertalen in een handhavingsarrangement. Uit praktische overwegingen is er vervolgens voor gekozen om een andere systematiek te hanteren. Dus een stukje deregulering zou je kunnen zeggen. En dat is de reden dat er nu geen geluidsnormen meer in de huidige APV staan. Maar u gaat ook over de APV-vaststelling. Dus als u zegt, wij willen weer aan de hand van geluidsnormen, inclusief de handhavingsconsequenties, proberen beter grip op dat aspect van mogelijke overlast te krijgen. Ja, dan is dat natuurlijk uw goed recht. Dank u wel. Anderen met vragen? De heer Stoker, pak. Ja, voorzitter, dank u wel. U refereerde net zojuist aan de themaavond rond dit thema evenementen. Daarin hebben we te horen gekregen dat in via tijd er een groei zichtbaar is van 80 naar 200 evenementen binnen onze gemeentegrenzen. We hebben daar de vraag gesteld aan de portefeuillehouder
of wij een overzicht kunnen krijgen van kosten en opbrengsten van de impact die het heeft voor, voor maatschappelijke kosten van de evenementen. De eerste vraag erover is van op welke termijn zouden we die gegevens kunnen krijgen. En daarnaast zou ik van de portefeuillehouder dan graag ook een toezegging willen hebben of zo op het moment dat we die gegevens hebben, we in ieder geval weer opnieuw kunnen praten over evenementen en evenementenbeleid om te kijken of er dan niet ook aanpassingen of wellicht aanpassingen nodig zijn die, die zeg maar ook aanpassingen in de evenementennotitie rechtvaardigen. De vraag die de heer Stoker stelt herken ik als zijn ook aan de orde geweest zijnde. Dus er wordt aan gewerkt. Het is geen makkelijk te beantwoorden vraag, maar ik zou hem ook willen omdraaien. Ik denk dat we voor het einde van dit jaar met elkaar zouden moeten willen stilstaan bij een voorstel. In bijvoorbeeld het kader van de aankomende herziening en actualisering van de APV. Om nader toch in te kaderen waar ons evenementenbeleid naartoe zou moeten gaan. Dus in die volgorde zou ik ook graag willen toekomen naar een voorstel om uw regelgevende mogelijkheden met u te bespreken en dan ook uiteindelijk ter vaststelling. Dank u wel. Anderen met vragen nog? Niet. Ik zou bijna zeggen in lijn met wat de heer Bouwmeester oproept, is de behoefte om vanuit de fracties het college al wat richting mee te geven omtrent dit onderwerp. Helemaal niet. Oh, sorry. Heeft u het college de vrije hand? Ja, mevrouw Vissering, VVD. Ja, wij willen toch wel wat zeggen over het evenement, over de memo die voor ons ligt. In ieder geval ook om mee te geven hoe wij als VVD daarin staan. Wij omarmen het feit dat het aantal evenementen in de gemeente Coevorden stijgt. We hebben gehoord van 80 naar 200, dus dat is best wel een behoorlijke groei in de afgelopen jaren. Als we terugkijken was de stad Coevorden ooit het uitgaanscentrum van het noorden, maar daar was de laatste decennia weinig van te merken. Maar wat geweldig, en dat vinden wij oprecht om te ervaren, dat door de ingezette veranderingen de stad Coevorden op verschillende terreinen veel meer is gaan leven en zo ook de toename en de verscheidenheid van het aantal evenementen. Kijk even terug naar het tuinfeest op de Weeshuisweide. Geweldig bruisend, heel mooi verzorgd en goed georganiseerd en de toorn van Turna ook een fantastisch spektakel bij de klinken. Ik denk twee voorbeelden van evenementen die onze gemeente rijk is en alle complimenten daarvoor. Het houden van evenementen is goed voor de dorpen en goed voor de stad. Het trekt toeristen aan, het zorgt voor positieve economische ontwikkeling. Het draagt bij aan saamhorigheid, leefbaarheid, aantrekkelijkheid om zich in de gemeente te willen vestigen of te gaan wonen. En het ondersteunt de groei naar bekendheid. En dat willen we toch ook allemaal graag. Wij zijn er dus ook op tegen om de regelgeving zo te maken dat de energie die nu te voelen is bij heel veel organisatoren straks weer weg ebt. Let wel, we zijn echt niet tegen regels, allerminst. Maar het beeld wat soms geschetst wordt tijdens ook de themabijeenkomst over drankgebruik en drugsgebruik heeft wat ons betreft niet alleen te maken met het evenement, maar ook veel meer misschien wel met het indrinken voorafgaand aan het uitgaan en dan veelal in een privésituatie. En wat we nog veel belangrijker vinden is dat het niet alleen gesproken wordt met de organisatoren van evenementen als deze vergunning aanvragen, maar juist vooral ook nu er gesproken wordt om te zoeken naar oplossingen voor de ervaren knelpunten en hoe het vergunningsproces meer faciliterend ingericht kan worden. En we hebben met een aantal van die organisatoren ook gesproken en zij hebben ontzettend veel ideeën hoe heel veel van deze dilemma's misschien wel opgelost kunnen worden. En als we nou kijken naar het kader van verbindend besturen, is dat volgens onze mening toch zeker ook een belangrijke stap. Dank u wel. Dank u wel. Andere fracties? Ja, de heer Stoker, pak.
Ja, voorzitter, u daagt ons uit om het college wat mee te geven. Nou, ook naar aanleiding van de themabijeenkomst zou ik het college willen meegeven van wellicht moeten we toch gaan nadenken of commerciële partijen die activiteiten in de publieke ruimte doen en die soms ook voor overlast zorgen, of we dat nog met elkaar ook in de binnenstad als Koevoorde willen hebben, of dat we moeten gaan nadenken over welke type activiteiten willen we überhaupt in de binnenstad hebben. Want er zijn ook omwonenden die gewoon regelmatig worden geconfronteerd met een hele hoop geluidsoverlast. Ik zeg niet dat we daar als stel en sprong wat moeten doen, maar ik vind wel dat we het gesprek daarover met elkaar moeten aangaan. Zeker als je ziet wat ons de komende periode, de komende jaren, ook als Koevoorde culturele stad nog te wachten staat. En tal van andere activiteiten waarin we het centrum vooral ook levendig willen houden. Nou, volgens mij moeten we daar met elkaar het gesprek ook nog over aangaan. Dus in die zin geef ik daar maar even richting mee. Dank u wel. Verder fracties, Heling, CDA. Dank u, voorzitter. Als we dan toch met richtinggeving bezig zijn, dan noemen wij het handhavingsbeleid. Als de regels gesteld worden, moeten ze ook gehandhaafd worden. Dus dat. Dank u wel. Verder nog, reageren op elkaar mag ook. Mevrouw Jaspersen, PvdA. Dank u wel. Nou, we sluiten ons ook aan bij wat meneer Heling net zei. En ook wij zouden graag terugzien hoe geluidsoverlast zoveel mogelijk beperkt kan worden. Daarnaast kan wat ons betreft een klein evenement eventueel uitgebreid worden naar 250 mensen in plaats van de 150 mensen die daar nu voor staan. Dank u wel. Andere fracties? Behoefte aan reactie op elkaar? Ja, meer kan ik het niet stimuleren. Hoedemaker, D66. Ja, maar ik wou het misschien eerst even beginnen met een vraag. Nou, ik hoef het ook niet als vraag te stellen. Wat ik een aardig idee zou vinden, is dat een commerciële partij die gebruik maakt van publieke voorzieningen, daar ook een prijs voor betaalt. Hè, op dit moment weet ik niet precies hoe het nu zit, maar dat zou ik een niet onredelijke wens vinden. Ik geloof dat de prijs voor een evenement, hoe groot het ook is, de kosten van de vergunning zijn aan raison van, ik dacht, 37 euro. Oké, verder nog behoefte aan inbreng vanuit deze commissie? Misschien, voorzitter, inderdaad tot recht. We hebben reguliere activiteiten waar een vergunning voor noodzakelijk is, die een grote bandbreedte kennen. En wat ik hier hoor is een aanzet om inderdaad ook even te kijken of je daarbij verschil zou moeten maken tussen locaties of het soort evenementen wat wellicht een grote impact op de nabije omgeving heeft. Dat je daar toch een stukje differentiatie in zou moeten zoeken. En dat kan eventueel ook financieel. Wellicht, dat neem ik in ieder geval mee. Maar we hebben ook een lijn die precies dat adresseert wat mevrouw Vissering aangeeft. Namelijk, hoe stimuleren we tegelijkertijd het feit dat Koevoorde bekend staat als een gemeente waar het aantrekkelijk is om evenementen te organiseren. En daar is de heer Zwiers voor verantwoordelijk. Dus die wou ook graag nog wat naar voren brengen. Ja, en dat zit hem in aansluiting op wat mevrouw Vissering zegt. Vast op dat we veel meer evenementen hebben gehad in de afgelopen periode, omdat in ieder geval de stad Koevoorde, maar ook in de buitenstad, meer moet bruisen. Dat hebben we met elkaar ook afgesproken, dat we daar energie in zouden steken. We hebben ook gezegd, en dat hebben we ook besproken met de ondernemers, we hebben zelfs een projectgroep voor, vanuit de binnenstadsvisie, dat we ook dingen willen gaan proberen. En dat hebben we dus ook gedaan. Dat wil niet zeggen dat alles altijd even goed geslaagd is. Dat wil ook niet zeggen dat we alles moeten herhalen wat we nu gedaan hebben. En dat heeft ook, wat de heer Stoker zegt, te maken met wellicht de ervaren overlast. Dus er zal ook vanuit die projectgroep, maar ook vanuit de binnenstad, ook een evaluatie moeten plaatsvinden. Van, nou, waar gaan we nu wel mee door, waar gaan we niet mee door. Het belangrijkste is dat we dat met elkaar hebben gedaan. Dat we dat samen hebben gedaan met omwonenden, ook in overleg met omwonenden, met ondernemers. En dat daar het voortkomt dat er heel veel meer reuring is geweest. Dank u wel. Vanuit de commissie naar behoefte. Die is er niet. Nou, dan hoop ik dat het college hiermee uit de voeten kan. Ja, er wordt geknikt. Dan stel ik voor dat we daarmee het agendapunt zo afronden. Dan gaan we naar agenda punt 10. Dat is het onderzoeks of het brief van het college in zaken het onderzoeksrapport tariefdifferentiatie OZB.
Wordt weer even gewisseld. Ga uw gang. Dit is eerder behandeld in de commissie en toen is afgesproken dat er nog een aantal aanvullende vraagstukken uitgewerkt zou worden, scenario's uitgewerkt zouden worden. Dat is ook gebeurd. Het stuk ligt nu opnieuw voor in de commissie en ik begrijp dat er in ieder geval van het college wel behoefte is als de commissie of het zou mooi zijn als de commissie in staat is om het college richting begroting toch wat lijn of richting mee te geven. Of dat lukt in de politieke discussie moeten we maar even zien. Maar we gaan het in ieder geval proberen. Ik stel voor om nog even kort te kijken of er nog weer vragen zijn over het stuk. Daar is er wel gelegenheid voor geweest. En dan gaan we het stuk inhoudelijk behandelen. Ik zie de heer Holtis driftig zijn vinger opsteken. Gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. Stuk gezien hebbende zijn er wat mij betreft twee wensen. Er staat in dat er binnenkort weer een bijeenkomst plaatsvindt om het technisch onderwerp toe te lichten. Het is een bijeenkomst geweest. Ja, mijn verzoek zou eigenlijk zijn om die thema bijeenkomst zo snel mogelijk te organiseren, zodat voor de raad de puntjes op die gezet gaan worden. Met betrekking tot de scenario's die doorbrekend zijn, wat ons verzoek is geweest, is daarbij ook heel duidelijk mijn verzoek geweest. Dat alles valt in staat bij de heffingsgrondslag, oftewel de waarde van het onroerend goed. Peildatum is 1 januari 2019, dus vanuit het systeem zou wat mij betreft er een nog grotere handreiking kunnen zijn om een weloverwogen besluit vanuit onze fractie te kunnen nemen, gefundeerd. En dit is wel een mooi voorbeeld hoe het eruit zou kunnen komen te zien. Maar alles valt in staat met de waarde van het onroerend goed, zowel de woningen als de niet-woningen. Dus dat zijn eigenlijk twee wensen die ik graag nog ingewilligd zou willen zien. Ik kijk even richting college of daar nog... Als het gaat om een themabijeenkomst, ik heb niet helemaal scherp dat er nog een themabijeenkomst zou komen. En volgens mij, ja. Ik denk dat de verwarring ontstaat doordat dezelfde stukken op tafel ligt. En dat dit slaat op de themabijeenkomst die we al gehad hebben. Exact. Ja. En het andere verhaal, ja, dat is een kwestie van actualiseren van gegevens. En daar zullen we ons best voor doen richting begroting uiteraard, want daar hebben we zelf ook weer aan. Op hetzelfde? Ja, dan mag het. Ja, op hetzelfde. Scherp stellen, mijn best doen, enig idee, want 1-1-2019 ligt achter ons. Het zal bekend moeten zijn, termijn. Nee, ik ga ervan uit dat als wij nieuwe gegevens hebben, dat we die gegevens gaan gebruiken. En als ze er niet zijn, kunnen we ze niet gebruiken. Maar ik weet niet of ze er al zijn. En dat zullen we beleven. Mevrouw Visseling, VVD. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik denk dat wij in de afgelopen periode bij verschillende, zowel bij de themabijeenkomst, maar ook in de commissievergadering wel aangegeven hebben dat wij op het voorstel wat er ligt, of in ieder geval de scenario's die er liggen, dat wij daar een andere mening over hebben. Laat ik het zomaar formuleren. Wij hebben inmiddels al wel wat antwoorden op onze vragen gekregen. Maar ook wij willen heel graag de WOZ-waarden, zeg maar, die in het najaar bekend zijn, dat willen we heel graag afwachten om vervolgens in een raadsvergadering over dit punt, om dat als bespreekpunt te agenderen. En dan doelt u op de begrotingsvergadering, neem ik aan. Nee, dat hoeft niet per se bij de begrotingsvergadering. Wat mij betreft kan het ook voor de begrotingsvergadering. De begrotingsvergadering is pas in november. Dus het zou mooi zijn als we in het najaar in oktober misschien de gegevens hebben, zodat we het in de raadsvergadering van oktober zouden kunnen doen. Het is misschien een beetje krap om binnen nu en twee weken dat voor elkaar te krijgen. Maar ik denk voor onze volledige uitwerking, om dit als een geheel te maken en met een nieuw voorstel te komen, is dit wel belangrijk voor ons. Ja. Dan kijk ik ook even richting college of die wat duiding kan geven of dat ook allemaal in de tijd dan nog haalbaar is. Ik kijk eigenlijk even naar de tribune, want daar zitten de mensen die dat moeten gaan uitwerken. Hier mogen er ook even bij komen zitten, hè? Dat mag. Oktober, hoor ik. Er komen geen nieuwe bosluizen, de waarde blijft.
Dat is zoals we het altijd gedaan hebben. En volgens mij gaat het altijd op basis van een aanname van een percentage. Maar inderdaad, als de waswaarde stijgt, kan het tarief misschien naar beneden. Dat is voor ons wel een essentieel punt om inderdaad als een van de andere scenario's dat in te brengen. De gebruikte waswaren die kunnen wij volgens mij gewoon in oktober communiceren. En op basis daarvan kunt u uw afwegingen maken richting begroting. Oké, we gaan even door met kijken of er nog gewoon vragen zijn. Want anders wordt het een Babylonische spraakverwarring. Hoedemaker, D66. Maar begrijp ik niet goed dat de waswaardes en de tarieven communicerende vaten zijn? Met andere woorden, op het moment dat de boswaardes omhoog gaan, dat de tarieven omlaag gaan, dat dat altijd zo is. En dat het niet zomaar iets is van dat kan, maar het kan ook niet. Nou, dat is toch nog wel het uitgangspunt geweest. Maar u gaat daar zelf als raad over en u moet daarover een verordening vaststellen. Dus wij doen slechts een voorstel voor de begroting en daar mag u iets van vinden. Ja, maar u zegt van dat hebben we altijd zo gedaan, dus dan zeg ik van dan ligt het voor de hand dat we dat in de toekomst zo blijven doen. Nou, dat heb ik helemaal niet gezegd. Het gaat hier alleen maar over het percentage waarmee de waswaarde, dus de grondslag, verhoogd wordt. Als u dat percentage ter discussie wilt stellen, ja, dan moet u dat vooral doen. Maar wij hanteren daarin een systeem wat consistent is. En als u vindt dat dat niet voldoende is, ja, dan horen wij dat graag. Anderen met vragen? Oh, geen vragen, opmerking. Ja, dat gaan we straks doen. We kijken eerst even of de informatie duidelijk is, zodat we allemaal vanuit een gelijk vertrekpunt discussiëren. Zijn er nog inhoudelijke vragen? Die zijn er dan natuurlijk niet, dat zul je altijd zien. Dan geef ik u gelegenheid, meneer Wilting, CDA. Ja, dankjewel, voorzitter. Nou, kijk, mijn opmerking is deze eigenlijk. Er staan een aantal scenario's in dit stuk en ik begrijp het. Als je meer informatie hebt, kun je daar beter over spreken. Maar we zullen dus ook uitspraak moeten doen over die scenario's. Dus wat dat betreft is het wel van belang dat dat zo snel mogelijk gebeurt. Het hele systeem wat hier uitgelegd wordt van die communicerende vaten, dat is bekend. Dat is niet zo moeilijk. Maar los daarvan ligt hier een stuk waar we een uitspraak over moeten doen. En ik denk dat het van groot belang is. Ja, dan daag ik u ook uit om daar een uitspraak over te doen, meneer Wilting. Nee, u stelt dat zelf voor, want volgens mij zitten we daarvoor bij elkaar om hier wat richting aan die discussie te geven. Ja, u bedoelt dat ik moet zeggen, u wilt nou van mij horen op een gegeven moment welk scenario het CDA voor zou gaan kiezen. Ja, dan wachten we daar even af uiteindelijk, want ik begrijp wel dat de overige fracties, of gedeelte van de fracties, die wilden toch een keer aan de orde stellen. Dan praten we er dan wel over. Maar eigenlijk hebben wij wel besproken over wat wij willen, welk scenario wij naar kijken. En dat we natuurlijk in het systeem zoals dat ons gegeven is, daar zit natuurlijk afwijkingen in ten opzichte van in de loop der jaren gegroeid. Maar toch met elkaar een keer naar zo'n moeten kijken en zeggen van er zal iets aan moeten gebeuren. U houdt het kruid nog even droog, begrijp ik. Ik zoek naar een fractie met wat meer. Meneer Stoker, pak. Ja, voorzitter, dank u wel. Het onderzoek is met name gericht op de vraag hoe onze tarieven zich verhouden tot andere gemeenten en de mogelijkheden om tarieven verder te differentiëren. Zo hebben wij het in ieder geval gelezen. Conclusie dat wij als gemeente een bovengemiddeld OZB-tarief voor woningen en een relatief laag OZB-tarief voor niet-woningen hebben, is uit de stresstest in 2017 gebleken. Uitgangspunt is dat de totale opbrengst van de onroerend zaakbelasting gelijk blijft, afgezien van de gebruikelijke prijsindex. En misschien haal ik gewoon wat lees hoor, maar ik kom zo meteen wel tot het punt. Bij de invoering en mogelijke verdere tariefdifferentiatie in de komende jaren. De tarieven voor eigenaren van niet-woningen liggen gemiddeld 1,4 keer zo hoog als tarief voor eigenaren van woningen. En op zich denken wij dat het verhaal redelijk duidelijk is en kunnen wij aangeven dat scenario 2 op dit moment in ieder geval onze voorkeur verdient. Als u het heeft over welke fractie heeft ballen om een uitspraak te doen, wij hebben die ballen. U koopt hem lekker in. Andere fracties. PvdA, de heer Mulder.
Dank u, voorzitter. Nou, volgens mij hebben wij ons standpunt in een vorige vergadering al aangegeven dat wij ook staan voor scenario 2. En dat bedrijven niet zwaarder worden belast dan burgers. En ook wij zijn het met standpunt eens dat de totale kosten en opbrengsten dat niet mag veranderen. Dank u wel. Dank u wel. Kijk even wie ik verder nog kan verleiden. Meneer Bouwers, PPC. Nou, ja, dank u wel, voorzitter. We hebben daar ook goed naar gekeken. En ja, je zult toch weer moeten en we kunnen wat weer uitstellen. Maar wij tonen ook dan hier vanavond onze gedachten daarover. En wij gaan dus voor scenario 2. Kijk, je kunt alles wel uit willen stellen, en, ja, maar daar komt niks van. Er moet straks een besluit worden genomen. En ja, dan val ik in herhaling. We hebben het goed doorgenomen, maar voor scenario 2 gaan wij. Ik hoop dat dat eens volgt. Dank u wel. Verder naar behoefte Hoedemaker, D66. Dank u, voorzitter. Ik heb me al vaker in deze raad uitgesproken voor een verlaging van het OZB-tarief voor particulieren. Dat heeft als consequentie dat het OZB-tarief voor bedrijven verhoogd wordt. Dat is een in Nederland heel gebruikelijke situatie. We hebben destijds een uitgebreid en uitgewerkt voorstel gedaan wat neerkomt op scenario 2. Dank u wel. Verder geen behoefte meer. Een aantal fracties zegt, we willen nog een keer bespreken in de gemeenteraad van oktober. Nou, dan heeft de agendacommissie een aardig vraagstuk, want deze wijze van behandelen kennen we niet. Maar daar zal de agendacommissie vast wel een modus voor vinden. En het lijkt me dat het stuk dan nog een keer terugkomt in oktober om te kijken of we er nog iets meer richting aan kunnen geven. En volgens mij hebben we hem dan behandeld. Voorzitter, als ik het nu heb over de raadsvergadering, begrijp ik, of de commissievergadering, want het zou dan wel helpen als we dan een indicatie hebben van de partijen die vanavond nog niet toe zijn aan de uitspraak. Als ze die verwachten dat ze dat in oktober wel kunnen doen. Anders gaan we een herhaling beleven van vanavond. Dat voegt niet zo heel veel toe. Wat ons betreft kan het in de raadsvergadering. En kijk, wij hebben ons standpunt ook wel al aangegeven. Wij hebben van meet af aan gezegd dat er drie scenario's zijn. En wij hebben scenario 4 laten uitrekenen. Wat dat gaat kosten. En omdat we ook heel duidelijk gezegd hebben, er staat in het bestuursprogramma ruimte om te doen. En wij willen niet dat een kleine groep, de verlaging van de OZB van de woningeigenaren, dat die terechtkomt bij een kleine groep ondernemers. Daarin zijn we denk ik vanaf het begin heel duidelijk geweest dat dat ons probleem is. En dus zijn wij aan het zoeken geweest om te kijken wat er eventueel als alternatief voor is. Daar zijn wij in een vergevorderd stadium mee. En voor ons zou het fijn zijn als we de jaarlijkse stijging, als die bekend is, dan is het voor ons wat dat betreft rond. De heer Swiers. Ja, kijk, dit stuk was bedoeld om een stukje richting te krijgen. Het is aan u of u daar wel of geen invulling aan geeft. Maar ik vind eigenlijk, en dat geef ik u ook ter overweging mee, niet dat we dit stuk dan nog eens een keer weer op de agenda moeten gaan hebben. Waarom zouden we dat doen? Want is er dan een ander doel? En dat vraag ik mij dus af. Als het een volledig ander stuk zou zijn, maar als het alleen maar gaat om de resultaten van een scenario, daar was dit stuk uiteindelijk niet voor bedoeld. Het was bedoeld om richting te geven, keuzes voor beleidsmatige aanpakken of een beleidsmatige uitspraken voor volgens mij de OZB. En dat gaat bijvoorbeeld over wel of geen tariefdifferentiatie of niet. En over de hoogte van de tarieven en de opbrengsten, daar hebben we het eigenlijk nog niet over. Oké. Maar goed, dan speel ik me even voorzitter van deze commissie, want daar ben ik voor aangesteld. In het stuk zit ook wel enige denkrichting volgens mij namens het college.
Mag de raad dan verwachten dat u naar de begroting toe een voorstel uitwerkt en dat fracties die daar anders mee om willen gaan, daar dan maar een politiek initiatief in de vorm van een amendement op moeten indienen? Zo kunnen we het ook afspreken. Ja? Voorzitter, dat kan natuurlijk altijd. Dat hoort ook bij het vaststellen van de begroting, u weet dat. Dus daar komt die verordening voor het komende jaar en de tarieven en dergelijke wel aan de orde. Ja, de uitspraken zoals ik het begrijp en zoals ik de insteek van mevrouw Vissering begrijp om volgende keer in oktober nog een keer erover te kunnen wisselen, is dat er dan aanvullend duidelijkheid bestaat over nog een eventueel alternatief scenario waar dan de politieke discussie nog een keer over zou kunnen gaan. Dat zou iets kunnen toevoegen. Die neiging heb ik wel te denken. Maar het college gaat natuurlijk separaat wel zijn voorbereiding doen voor de begrotingsbehandeling. En die zullen dan in oktober al behoorlijk op streek zijn. Want u verwacht dat u in november die voorstellen kunt vaststellen. Zeker u moet vaststellen. Ja, ik zag meneer Holtis ook nog. Inhakend op wat wethouder Sier zegt. Ik deel wel de mening dat dit hiervoor ligt om een richting te geven. Maar toen het op de agenda stond, heb ik wel direct gezegd, je kunt pas scenario 1, 2, 3 voor jezelf echt plaatsen als je ook weet wat die percentages doen in deze uiteindelijke heffingsgrondslag. En als je dat niet weet, en dan praat ik misschien te veel vanuit mijn vak, maar als het naar 2% stijgt of 8%, dat is wel een gegeven. En of het nu september of oktober is, we hebben het over een peildatum 1-1-2019. Dus of ik heb een denkfout, dan laat ik me graag straks informeren. Maar mijn gevoel zegt, ik kan een goed oordeel vellen over scenario 1, 2, 3, als ik weet wat daaraan ten grondslag ligt. En dat is de waarde. Dus zeg ik, prima, ik wil best zeggen scenario 1, 2, 3, maar voor mij haak ik in op scenario 4, oftewel dan zullen we een amendement indienen, als mocht blijken dat. Meneer Siers, nog eens, het wordt steeds leuker. Meneer Siers, volgens mij maakt er niet echt heel veel uit van welke waarde je uitgaat. Het gaat om een scenario. En dat is heel wat anders dan dat je de hoogte van de aanslag al kunt berekenen. Het gaat hier over een scenario en niet over de exacte uitkomst. Goed, ik verneem graag hoe het verder wilt behandelen. Of we wachten de begrotingsvergadering af en daar is het aan u om zelf met initiatieven te komen. Of u het anders wilt, of we zetten het in oktober nog een keer op de agenda. Zegt u het maar, u gaat erover. Ik stel voor om het om de begrotingsvergadering af te wachten. Iemand daar wat over in te brengen? Niet? Nou, dan besluiten we het zo. Dan ronden we daarmee dit agendapunt af. Dan gaan we door naar agendapunt 11. Dat betreft ook een brief van het college in zaken de strategische agenda, focus en mijlpalen bij het bestuursprogramma. We handelen op dezelfde manier. Vragen, mevrouw? Zijn er vragen over? Die zijn er niet. Dan geef ik u gelegenheid om uw mening over dit stuk te geven. Mevrouw Kaatsberg, CDA. Ja, dank u wel, voorzitter. Deze motie is ingediend om het bestuursprogramma te voorzien van een jaarplanning. En de belangrijkste reden voor het indienen van die motie was omdat we dan daardoor onze controlerende rol goed uit kunnen voeren. En ik ben wel benieuwd hoe andere partijen daarnaar kijken, dat wat hier voor ligt, of dat daaraan voldoet. Er wordt daar in de begeleidende brief geschreven over een factsheet waarmee het college ons dit jaar wil informeren per thema hoe het college ervoor staat. Waar en wanneer wordt daar uitvoering aan gegeven? Wanneer komt dat factsheet, bedoelt u? Zal ik een poging doen, voorzitter? Want dit stuk is inderdaad een antwoord natuurlijk op de motie en het verzoek wat het college ook goed kan plaatsen. Om iets meer gevoel te krijgen bij de verkavelingen over de komende jaren van de thema's die in het bestuursprogramma staan vermeld. Dat is gebeurd door al die fraaie bordjes met verschillende kleuren en verschillende vormpjes.
En de factsheets stel ik me zo voor dat op die onderwerpen, u op het moment dat er ontwikkelingen zijn, bijvoorbeeld in het kader van de controlecyclus, de cyclische stukken, dat we dan de stukken kunnen gebruiken om eventjes stil te staan bij de wijze waarop we op dat moment met dat onderwerp doende zijn om dat op een verbindende manier tot stand te brengen. U heeft gezien dat die vormpjes ook te maken hebben met een verschillend soort stuk. Waar het over de thema's gaat. Maar ook verschillende maten van interactie en invloed van onze gesprekspartners mee mogelijk is. En dat vormt dus de inhoud zeg maar even van de rapportage. Van de factsheet. Dus ik vermoed dat de eerste factsheet, wat zou ik zeggen, in het voorjaar van volgend jaar het licht zal zien. Want dan hebben we het over de eerste vorderingen in het aankomende begrotingsjaar. Of misschien eerder, dan kijk ik even naar de tribune. Nee? Zit ongeveer goed? Er wordt bevestigend geknikt. Mevrouw Katerberg, nog bij vervolg. Nou, ik had al geconstateerd dat ze in elk geval in de halfjaarrapportage niet opgenomen waren. Vandaar ook mijn vraag. In die halfjaarrapportage wordt wel gesproken over monitoring. En er staat ook bij dat daarmee op sociaal domein al een start is gemaakt. Hoe ziet dat er dan uit? De heer Brink, denk ik. Zou u de vraag nog een keer willen herhalen, want ik was net even in mijn iPad aan het kijken. Neem me niet kwalijk. Oké. Nou ja, ik was dus, ik had wel ontdekt dat die factsheets er nog niet waren, omdat dat niet in het half jaar. Want we moeten kijken. Er wordt van ons verwacht dat wij die cyclus in de gaten houden en dat we daarmee onze controlerende rol kunnen uitvoeren. Nou, die factsheets waarover geschreven wordt, heb ik nog niet gevonden. Ik heb wel gevonden dat er in de halfjaarrapportage wordt gesproken over monitoring. En daarmee is op sociaal domein al een start gemaakt. Hoe ziet dat er dan uit? Hoe die er precies uitzien, kan ik u nog niet zeggen. Maar we hebben echt voor de monitoring een nieuwe start gemaakt. En die monitoring wordt ook nog steeds aangevuld. Ik heb u zojuist verteld over hoe we met preventie in de provincie omgaan. En dat vraagt ook weer nieuwe monitoring. Dus die monitoring die krijgt u uiteraard. Maar ik kan u nog niet precies zeggen hoe die eruit gaat zien. En dan blijft toch ook wel een beetje mijn vraag aan de andere fracties staan. Van wat vinden jullie ervan? Kunnen wij op deze manier onze controlerende rol voldoende uitvoeren? Nou, andere fracties. De heer Hoedemaker, D66. Ja, mevrouw Katerberg, D66 was de enige partij die zoveel vertrouwen in het college had dat we deze motie niet gesteund hebben. Ik moet zeggen dat ik deze plaatjes en pijltjes ook niet heel veel helderender vind. Maar ik zie hier wel voldoende ruimte voor het college om zijn taak te doen en voor ons om dat te controleren. Dank u wel. De heer Stoker, zag ik ook reageren. Ja, voorzitter, ik ga niet herhalen wat de heer Hoedemaker heeft gezegd, maar wat mij betreft is het voor ons ook voldoende. Ik moet wel zeggen, het is een wat nieuwe, uitdagende en ook enigszins verfrissende manier van communiceren. En wellicht moeten wij daar nog wat meer aan wennen. Dank u wel, de heer Bouwers, PPC. Ja, dank u wel, voorzitter. Het stuk op zich is mij duidelijk en de beantwoording ook. En wij nemen dat voor kennisgeving aan. Dank u, Mulder, PvdA. Ja, in onze ogen heeft het college de motie goed geïnterpreteerd en vind ik de vorm hoe we dit hebben gekregen een goede manier om dit zo te presenteren. Dank u wel. Anderen nog? Mevrouw Visseling, VVD. Ja, wat moet ik er nog van zeggen? Wij hebben het. Het is heel verfrissend. Het is een andere manier. Het is anders uitgewerkt. We vonden het wel een wirwar aan allerlei pijltjes en kleurtjes en dat soort dingen. Maar goed, dat zal ongetwijfeld aan ons liggen. Maar het had wat concreter gekund, maar we kunnen ons hier prima in vinden. Ja. Dank u. Helder. Nee, geen behoefte. Oké. Nou, u hebt antwoord gehad, mevrouw Katerberg. Ik weet niet of het een bevredigend antwoord was, maar...
Nou, deze schooljuffrouw had haar wel graag iets concreters. Nee hoor. Wij begrijpen ook echt... Die indruk had ik al. Nee, wij begrijpen echt ook die achterliggende gedachten wel. En vinden wij ook mooi en verfrissend. Maar ik wilde gewoon verifiëren of hoe jullie erin stonden. En dan sluiten wij ons aan bij jullie vertrouwen in deze situatie. Oké, er ligt ook niet echt een voorstel voor. Dus voldoende besproken, zo neem ik aan. En kunnen we daarmee afronden. Goed, prima. Dan gaan we naar agenda punt 12, als ik nog een beetje bij ben. Als bestemmingsplan woonzorgcomplex De Voorden in Coevorden. U wordt voorgesteld bestemmingsplan ongewijzigd ten opzichte van het ontwerp wat er in zage heeft gelegen vast te stellen en geen exploitatieplan vast te stellen. Zijn er vragen over dit voorstel? De heer Bonkers, VVD. Ja, nou ja, dat is een heel... Het hoeft niet. Het hoeft niet. Nee, ik zat een beetje in te wisselen van, nou, hoe zou ik het eens brengen? ik vind het een heel mooi stuk hoor. En het zal een hele verandering geven van die omgeving. Ik had nog wel een vraag of een opmerking. Vroeger liep daar de Goeman-Bogesiusstraat. En die zit ook in het juist huidige gebouw. Zit er een gang die zo heet. En het zou heel jammer zijn als die naam uit dit gebied verdwijnt. Dus wij zouden graag... mee willen geven om te kijken als er op een van die pleinen misschien die naam weer terug kan komen. Ik kijk het college aan of u daarmee uit de voeten kunt met deze opmerking. Nou ja, volgens mij, de heer Bonkers stelt de vraag inderdaad niet zomaar, want Goeman Bogesius, ik denk dat we het allemaal jammer zouden vinden als dat verdwijnt. Past uiteraard niet en dat ik neem aan dat de aanstelling voor de heer Bonkers daar ook in zat. Ja, dat is niet wat in het kader van dit bestemmingsplan aan de orde komt. Maar ik denk dat het punt een goede is om eens mee te gaan nemen op welke wijze wij daar ook in de nieuwe situatie aandacht aan kunnen blijven besteden. Mooi. Verder nog vragen? Niet behoefte om het stuk te bespreken. Ik zie wat geschud her en der. Mag ik concluderen dat het gewoon als hamerstuk naar de raadsvergadering kan? Ja, meneer Bouwers nog. Ja, u daagt zo zeer mij natuurlijk, maar ik denk dat het een goede zaak is voor dat gebied, dat de Voorden weer in de vaart der volkeren weer een mooi gebouw wordt en dat die dan op de juiste wijze wordt bewoond. En nogmaals, ook voor dat gebied. Het is een goede, zeer goede ontwikkeling. Dank u wel. Blijf conclusie staan, hamerstuk naar de raad. Oké, dan ronden we hem daarmee af. Voorzitter, voor de volledigheid en het historisch besef. Het zou eigenlijk de Hendrik Goeman Borgesiusstraat moeten zijn. Want Hendrik Goeman zijn voornamen. En Borgesius is zijn achternaam. Dus als we dan toch ermee aan de gang gaan, zou ik ervoor pleiten om dat dan ook op de goede manier te doen. Ik neem het direct voor waar aan. Een belangrijk liberale voorganger van een aantal van ons. Oké, we ronden het agendapunt af met de vaststelling dat we er een hamerstuk van maken. We gaan naar agendapunt 13. Dat is het voorstel van het college in zaken de stadnotitie RES. Dat is de regionale energiestrategie. Vragen op dit stuk. Ja, Wilting, CDA. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb die startnotities in me doorgelezen. Mooie startnotities, we zijn eraan begonnen dus. Maar dan staat er daar ergens in, Drenthe krijgt op voorhand geen taakstelling. We bepalen dezelfde omvang van onze bijdrage, als provincie neem ik aan. Mijn vraag eigenlijk is eraan gekoppeld, als ik kijk wat wij hier in Coevorden allemaal al opgezet hebben. Ik bedoel, windturbines, zonneparken, et cetera. Kijk naar de biogisters. Wij doen al heel veel eigenlijk aan een ander soort energie. Wordt daar rekening mee gehouden in de toekomst? Of is er straks op een gegeven moment een verdeelsleutel dat Coevorden nog weer een aantal dingen moet doen die we eigenlijk ook al hebben gedaan? Dat wij eigenlijk een dubbeling krijgen. Heldere vraag, de heer Huizing.
Het uitgangspunt van de RES is dat wij, en dat is overigens nog niet deze stadnotitie, dit is inderdaad slechts het begin van het proces, is dat wij met een bod komen richting, als Drenthe gezamenlijk richting Den Haag, met wat wij denken voor bijdrage te kunnen leveren aan de Rijksdoelstelling om te gaan voor een energie-neutraal CO2, of voor de CO2-reductie zoals die is opgelegd. En daarbij mogen we alle maatregelen die zijn genomen vanaf, en ik dacht dat het 1994 was zo uit mijn hoofd, die mogen allemaal worden meegenomen. Dus de windturbines die de afgelopen jaren zijn gerealiseerd, wat er op het gebied van zon en alle andere duurzame maatregelen boven een bepaalde omvang. Want het gaat niet om het dak van de willekeurige woning waar wat zonnepanelen op liggen, dat blijft daaronder, dat mag allemaal worden meegenomen. Dank u, helder denk ik. Hier was ook nog een vraag, dacht ik, de heer Bonkers, VVD. Als ik het stuk lees, dan staat er voor Nederland 35 terawatt, gedeeld door 12 provincies, gemiddeld 3 terawatt per provincie. In ieder geval genoeg. Als ik dat dan weer terughaal in het voorbeeld wat op pagina 5 staat, dan staat daar iets van 160 windmolens, windturbines van 4 megawatt en of 1660 hectare zonneweiden. Ik denk dat we nog een hele opgave krijgen dan. Ja, volgens mij hebben we ook altijd benadrukt dat we er, ook als het gaat, want volgens mij moet daar eens mee beginnen, onze eigen ambitie. Zoals die is ook door uw raad is bekrachtigd, is dat wij in 2040 zelf energie-neutraal willen zijn. En dat gaan we inderdaad niet redden met wat we op dit moment aan plannen in realisatie hebben. Alleen het is wel opgedeeld in twee gedeeltes. Het eerste gedeelte is de 40% hernieuwbare energie in 2030. En daar zijn we een goed eind op weg. Voor de tweede tranche. Ik denk dat het goed is dat we dat hier nog een keer herhalen. Dus bedankt voor de vraag. We zijn er inderdaad nog niet aan. Dus er zullen nog aanvullende maatregelen ook moeten worden genomen. En de grote vraag waar we straks voor gesteld staan is van op welke wijze denken we dat ook te kunnen gaan doen. Op een manier die, waarbij we ook heel goed de omgeving kunnen gaan meenemen. Want ook dat wordt in ieder geval in het concept klimaatakkoord wordt dan aangegeven dat van belang wordt geacht. Net zoals wij dat uiteraard vinden. Dus volgens mij, we zijn er zeker nog niet. Maar we hebben in ieder geval het comfort dat we in onze gemeente al de nodige stappen gezet hebben. Ja, dank u wel. De Stoker nog of niet? Anderen nog met vragen? Nee, we zijn uitgevraagd. Het is wel een voorstel wat vastgesteld moet worden. Dus meneer Stoker, ga uw gang. Voorzitter, dank u wel. De fractie van het PAK heeft het startdocument regionale energietransitie met aandacht gelezen. Provincie, gemeente, waterschap hebben gezamenlijk invloed te geven aan die energietransitie. En een eerste stap om met inwoners, bedrijven de maatschappelijke discussie over hoe aan te gaan de klimaatdoelen te behalen. Wat we hier al eerder ook in dit huis hebben gemerkt is dat breed draagvlak voor de energietransitie essentieel is. En dat hierbij ook pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden. Ook daar zijn we hier met z'n allen al wel getuigen van geweest. De uitkomst van de opstellen RES Drenthe 1.0 zullen te zijn de tijd moeten worden verwerkt in een omgevingsvisie voor Coevorde en juridisch worden vertaald in een omgevingsplan. Dat zal ook het moment zijn dat we de dialoog verder met elkaar aan zullen gaan. Mijn fractie hecht er aan om ten aanzien van biomassa en biovergistingsinstallaties, dat waren wel kritisch op en kritisch te blijven, omdat we dit feitelijk niet vinden, duurzaam vinden passen in de energietransitie en de noodzakelijke energietransitie die voor ons ligt. Dank u wel. Dank u wel. Anderen op dit agendapunt? Niet? Kan als hamerstuk door? Niet? De heer Bonkers nog? Voor ons is het een heel groot stuk. Er staan een aantal onduidelijkheden eigenlijk nog wel in. Wat een beetje, er staat in dat we je uitleent eigenlijk kunnen kiezen tussen zon en wind. Ik vind eigenlijk dat we dat nog wel verder moeten bespreken in de gemeenteraad. Maar dan moet u een medestander vinden in deze commissie, want anders bent u alleen in gelegenheid om een
korte stemverklaring af te leveren in de gemeenteraad. Dus ik kijk rond of er nog andere fracties zijn die behoefte hebben aan het bespreken van deze startnotitie in de raadsvergadering. Die zijn er niet, dus dan gaat die door als stuk met korte stemverklaring van de VVD. Ja, dan ronden we hem zo af. Dank u wel. Dan kunnen we, denk ik, wat tempo maken met een benoemingsbesluit. Is daar behoefte aan om daarover te spreken? Mag niet door als hamerstuk, maar daar vinden we wel een praktische modus voor. Geen behoefte om op 14 te spreken. 15 is ook een benoemingsbesluit van de Nieuwe Veste. Behoefte om daarover te spreken? Ja, de heer Mulder. Ja, de datum viel mij op dat het, nou, het is 10 september nu dat het stuk hier komt, maar een benoeming is per 1 juli, dus met terugwerkende kracht. Waarom is dat? Het verzoek van de Nieuwe Veste is zo aan ons binnengekomen en ja, vanwege de vergadersystematiek van de raad en de datum van binnenkomst kon het niet eerder in de raad worden gebracht. Maar het verzoek, de Nieuwe Veste heeft, of wil de heer De Vent wel graag per 1 juli alsnog benoemd zien worden. Dus vandaar dat die datum er nog in staat. Ja, voldoende zo. Anderen nog? Niet. Dan ronden we hem zo af. Dan gaan we naar 16. 16 is het voorstel in zaken de halfjaarrapportage 2019. Kan ik dat stuk ineens aan de orde stellen? Dat kan denk ik wel, hè? Ja, er zijn niet zo heel veel vragen. Dan geef ik u nu gelegenheid om daar vragen over te stellen. Ja, dat is verwachtingenmanagement. Zijn er vragen op dit stuk? De heer Holtis, BBC. Nou ja, slechts één vraag, want de financiële basis is op orde. Zien dat de resultaten van de halfjaarrapportage verschillend ten opzichte van de begroting zijn heel relatief, heel gering. De verwachting is dat de algemene reserve zich positief blijft ontwikkelen. Ook in de lijn met wat begroot is. Dus in dat licht misschien complimenten. Het ziet er heel goed uit. De enige kritische noot die ik zou willen maken is met betrekking tot de eikenprocessierups. Is ook al over gediscussieerd. Ik zie 100.000 euro in 2020 en wij voelen allemaal aan onze dikke teen dat dat A te weinig is en ik zie hem ook niet terug in de daaropvolgende jaren. Dat is het enige wat mij is opgevallen in het stuk. Dus daar zou ik graag nog een keer kritisch naar willen laten kijken. Ja, behoefte aan de huizing. Ja, voorzitter, daar kan ik misschien nog wel iets over zeggen. Het klopt dat hij voor de jaar daarna nog niet erin staat. En dat heeft er ook puur mee te maken dat wij op dit moment, en niet alleen wij, maar zoals u weet ook in de Rensverband gaan kijken van hoe moeten we hier nou richting toekomst mee omgaan. Er zijn wat proeven met wijze van bestrijden op hele kleine schaal die effect lijken te hebben. Dus wij proberen die helderheid te gaan geven van welke manier van omgaan met de overlast van de eikenprocessie. Dus moeten we in de toekomst hanteren en wat hangt daar voor prijskaartje ook aan. En dat zal een voorstel zijn die later aan u wordt voorgelegd. Dus dat leek ons ook nog niet heel zinvol om daar nu al financiële consequenties voor te nemen voor een richting die we nog niet goed kennen. Dank u wel. Voldoende zo. Andere vragen? De heer Mulder, PvdA. Ja, gaat ten aanzien van Veilig Thuis Drenthe. Daar staat in het halfjaarrapport dat het aantal meldingen is opgelopen met 30%, maar het aantal adviezen is gelijk gebleven. En wat gebeurt er met het verschil? En is er een wachtlijst ontstaan? Er zijn afhankelijk van het aantal aanmeldingen soms even wachtlijsten. En die werken we ook zo snel mogelijk weer weg. Het aantal adviezen is, het is ook niet altijd nodig om een advies te hebben. Dus dat verschilt nogal. Dus ik kan u niet zeggen waarom dan meer of dan minder adviezen zijn. Dat hangt af van het aanbod wat er is en het antwoord wat daarop geformuleerd moet worden. Dus, u geeft aan dat het dus een incidenteel punt is. Het is geen structurele verschuiving of wijziging, maar heeft te maken met wat voor soort vragen er liggen. Het geeft altijd wat fluctuaties. Ja. Dank u wel. Verder vragen?
Wilting, CDA. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had één vraag, dan ben ik de pagina weer kwijt. Pagina 9 heb ik een vraag. Daar staat dat dat overschot is 799.000 euro. Dat het precies uitkwam op 799. Dat wordt toegevoegd aan een stelpost. Ja, waarom wordt het toegevoegd aan een stelpost? Dat is eigenlijk mijn vraag. Nou, het wordt toegevoegd aan de stelpost vrije begrotingsruimte. Ja, eigenlijk is dat goed beschouwd, is dat eigenlijk ook reserve, volgens mij, zo zou je hem kunnen benoemen. Maar betekent eigenlijk dat we toevoegen aan het overschot wat we hebben. Oké, bedankt. Ja, inderdaad, zo zou je kunnen zeggen. Je zou een reserve kunnen doen, maar je kunt nog geen vasthouden tot het eind van het jaar en de jaarrekening hebben. Dan heb je op een gegeven moment, dan ga je bepalen wat naartoe gaat. Dankjewel. Oké, helder. Holtis, BBC. Ja, ik was nog even aan het spitten. Dat viel mij op, maar ik was het even vergeten. Bladzijde 11. Dankzij het binnenhalen van de provinciale steun van de culturele gemeente van Drenthe 2021-2022 krijgen we extra steun. Mag ik er ook van uitgaan, want die is dus nu niet opgenomen. Er wordt wel keurig aan gerefereerd. Dat ook gewoon een extra plus is. Oftewel volledig ten gunste komt aan datgene waar het om te doen is geweest. Nee, hij was nog niet binnengekomen in het eerste half jaar. Dus vandaar dat u hem hier niet in leest. Uiteraard de financiële bijdrage van de provincie. Die moeten wij niet alleen van cofinanciering zelf voorzien. Maar die mogen we uiteraard niet voor een ander doel inzetten dan cultuur. En dit bedrag, en ik schat in dat het nog wel wat meer zal gaan worden, dat zullen we zeker gaan uitgeven aan de culturele gemeente. Dank u wel. Mulder zag ik ook nog, PvdA. Ja, dank u wel, voorzitter. Betreft sportaccommodaties staat nog een bedrag gereserveerd voor de rest van dit jaar. Zijn wij in staat om dat dit jaar ook uit te geven? Voorzitter, wij hopen wel de eerste bijdragers aan de verenigingen uit te kunnen keren. Maar wij zijn op dit moment in een proces samen met de verenigingen en hun vertegenwoordigers om heel zorgvuldig op te werken hoe we die investeringen ook vorm kunnen geven en waaraan die investeringen uitgegeven worden. Er zijn een aantal prioriteiten gesteld. Het gaat in eerste instantie om, kan de sport verder voor de komende jaren? Kunnen we iets met energie? Kunnen we iets met toegankelijkheid? En ook die laatste categorie was toch wel een beetje een vergeten categorie. Maar gezien het verdrag van de rechten van de mens, wordt daar bijzondere aandacht aan besteed. Dank u wel. Ik krijg de indruk dat we de vragen een beetje... Nee, meneer Mulder heeft er toch nog in gevonden. Ik heb het stuk goed gelezen, dank u wel, voorzitter. In programma 4 wordt gesproken over de stresstest klimaatadaptatie, dat die ook intern of ambtelijk besproken is. Maar ik was benieuwd wanneer wij daar in de raad over gaan spreken. Ik heb de exacte planning nog niet voor u, maar dat zullen we ook zo snel mogelijk met u gaan delen. We zijn eerst inderdaad intern nu aan het kijken van de resultaten uit die stresstest. Herkennen we dat ook in de praktijk? Ik denk dat het heel belangrijk, omdat bijvoorbeeld als het gaat om wateroverlast, dan hebben wij genoeg mensen die regelmatig ermee te maken krijgen als er zo'n flinke bui valt, dat er dan maatregelen genomen moeten worden. Dus daar die eerste tests die zullen we gaan doen. En ik denk als we die stappen hebben doorlopen dat het een goed moment is om niet alleen richting uw raad te gaan, maar ook richting inwoners. Dank u wel. Iedereen heeft het natuurlijk goed gelezen. Ja. Anderen nog met vragen? Niet? Dan geef ik het graag in behandeling voor uw advies voor verdere bespreking. Of kan ik zo al concluderen dat het als een hamerstuk naar de raad mag? Ja. Ja, nou, dan doen we het zo. Hamerstuk. Hartstikke goed. Ronden we daarmee agendapunt 16 af. En dan gaan we naar agendapunt 17. Voorstel van het seniorenconvent in zaken benoeming organen van de gemeenteraad. Wens om hierover te spreken. Die is er niet. Dan handelen we die daar ook mee af. En dan komen we natuurlijk aan het hoofdgerecht van deze avond.
het voorstel van het college inzake de zelftoetsing archiefbeheer 2018. Dat hebt u natuurlijk ook allemaal uitvoerig bestudeerd, maar misschien is dat toch nog een vraag. Die is er niet. Is dat misschien ook een hamerstuk? Ja, ik vrees van wel hamerstuk. Dan hebben we nog op de agenda de lijst van toezeggingen. Gaf de lijst van toezeggingen nog aanleiding om vragen te stellen aan het college? Ja, mevrouw Katerberg, ga uw gang. Ja, nou ja, het CDA heeft meermaals laten weten dat het belangrijk te vinden dat wij met die lijst van toezeggingen werken, zodat we weten welke lopende zaken er nog zijn. Ik weet niet tot wie ik mijn vragen moet richten, want het is natuurlijk een lijst van onszelf. Ik kan ook tegen mezelf praten, maar als je hem opent, dan zie je een heleboel oude zaken erop staan die ook al zijn afgedaan. Is dat een reden voor waarom die er nog steeds op blijven staan? Ja, het viel mij ook op, mevrouw Katerberg. En misschien mag ik een voorstel voor een werkwijze doen. Als we in de agendacommissie nou eens even een keer die lijst doorlopen en hem weer actueel maken, volgens mij. En u dan nog eens ter instemming of ter informatie toesturen. Misschien hebben we dan een praktische benadering. Want ik denk dat we anders heel veel vragen kunnen stellen aan het college. Van ja, maar dit was toch al afgewerkt of hoe zit dat? Is dat wat? Nou, dan doen we het zo. Mag ik dan nog een... Ja hoor, u mag naar aanleiding van de lijst van toezegging nog wel vragen stellen. Nou, ook meer over de werkwijze hoor. Van, kijk, als we dit doen, vind ik ook dat het even nuttig moet zijn. Waar kunnen wij onderwerpen terugvinden waarop is toegezegd dat daarmee verder wordt gegaan? Dus voorbeelden zijn schoolzwemmen of kleine windmolens. Waar zijn die in ons systeem? Ja, volgens mij is dat de reden dat die lijst van toezeggingen op de agenda komt, zodat u als raad kunt controleren of daar voldoende voortgang op wordt gemaakt. En als u vindt dat dat niet zo is, dan moet u het college daarop bevragen. Dus ik roep u als commissievoorzitter op om daar zelf een actieve rol in te spelen. Nou ja, dat is ook een beetje nu even mijn vragen van hoe willen we hiermee werken? Dus als de agendacommissie daarover gaat, dan vraag ik graag aan de agendacommissie om dat... Nou, ik stel nu even een praktische werkwijze voor om die lijst weer actueel te krijgen. Als u zegt, van, goh, het CDA zou graag een heel andere manier zien om met die lijst van toezeggingen om te gaan. Misschien is dat dan meer iets voor de werkgroep bestuurlijke vernieuwing. Oké, ja, vindt u prima. Donderdag. En u vindt alles prima. Ja, goed. Nee. Prima. Ja? Ga ik hem daar weer bespreken. Oké, maar ik stel nog even aan de orde. Gaf de lijst van toezeggingen op zich nog aanleiding om vragen te stellen aan het college? Meneer Mulder, PvdA. Ja, het betreft toezegging 109, de wijziging GR, bedrijfsvoeringsorganisatie publiek vervoer. Daar staat dat die is afgehandeld. En stand van zaken is dan de informatiebijeenkomst van komende dinsdag 17 september... Maar ik heb niet het idee dat publiek vervoer op de agenda staat. Dus volgens mij is die nog niet afgehandeld, deze actie. Volgens mij moeten wij publiek vervoer inderdaad niet verwarren met openbaar vervoer. En gaan wij het hebben over openbaar vervoer. Dus ik ben het helemaal met u eens. Helder. Anderen nog naar aanleiding van de lijst van toezeggingen? Niet? Nou, dan ronden we daarmee het agendapunt af met de afspraak dat we in de werkgroep bestuurlijke vernieuwing nog eens even kijken hoe we hier met de lijst van toezeggingen effectief kunnen omgaan. Goed, prima. Komen we aan agendapunt 20, verslag van de commissie van 2 juli. Zijn daar nog opmerkingen over? Die zijn er niet al dus vastgesteld. Dan komen we aan het einde van deze vergadering en mag ik u danken voor uw inbreng en u allen een welthuis wensen.